Welkom, uw radio. En als het goed is, komt Lucas er zometeen ook nog bij. Mijn naam is Johan. En we gaan een microfoon begraven. Het is officieel een microfoon overleden. En dat is best wel ernstig. Dus dat is na ongeveer een jaar trouwe dienst is deze dus overleden. Hij doet het gewoon niet meer. Ja, jullie kunnen dit bieden op de kapotte telefoon van microfoon van Johan. Ja, kunnen doneren. Hè? Degene met de hoogste donatie krijgt de kapotte Vrijheid Radio microfoon die 12 jaar trouw dienst heeft gedaan. Nee. Eerder 12 hand... maanden. Oh. Hij was van het donatiegeld volgens mij van Yoshi. Oh, dat moet lang geleden zijn dat ik geld heb gegeven voor een donatie. Nee. Ja, ik zat te kijken toen in die wallet waar al die tip van Tibbit gewoon cash, waar dat allemaal binnenkwam. En ik denk, oh, leuk bedrag, daar kunnen we. En volgens mij was het begin dit jaar zelfs dat ik hem gekocht heb. Want toen ging in één keer Bitcoin Cash omhoog. Maar toen heb ik allemaal van die greenscreen en dat soort dingen ervan gekocht. En die Bitcoin.cash doet het nog steeds niet, hè? Nee, die is ook overleden, denk ik. Helaas, Pindakaas. Er overlijdt een heleboel mensen. Ja. Corona, hè? Maar in ieder geval, kleine huishoudelijke mededelingen. Er is als het goed is deze zaterdag, komende zaterdag, weer een demonstratie, had ik begrepen, in Amsterdam. Dus ik ga er in ieder geval naartoe. Dus als jullie ook zin hebben, jullie kunnen ook allemaal komen. Dus in de telegramgroep t.me/vrijheid, daar kunnen we eventueel afspreken. Mochten er mensen gaan. Er werd heel veel besproken, hè, vandaag. Hele discussie gaande, zag ik. Tenminste, Yoshi... Over die demonstratie? Nee, gewoon algemeen. In de chat, de telegram chat. Er was wat... af en toe dan worden daar berichtjes gedeeld en denk ik, ja, wat moet je ermee dan? CEO, directeur gearresteerd of zo. Pfizer CEO gearresteerd, dat soort dingen. Nee, ze hadden nou ingeschreven. Er schreef even iemand iets en toen schreef er iemand anders, dit is allemaal bullshit en dat lost niks op. En dan schrijf ik altijd van, joh, je moet gewoon van geld veranderen. En dan als iedereen het zou doen, heb je morgen een andere wereld. Die demonstraties, ja, dat is allemaal leuk. Maar als het regent en het is koud en je moet er geld aan uitgeven voor een treinkaart, dan denk ik altijd van, joh, nog is het gewoon heel gezellig. Gewoon met je medewerkers. Ja. Hartstikke gezellig. Lekker, je kunt beide doen, toch? Lekker met een gummiknuppel op je mik geslagen worden. Nou, dat heb ik tot nu toe niet meegemaakt. Dus, nee. Maar goed, ja, laten we gewoon beginnen met de berichten. Ondertussen mijn browser nog aan het laden. Maar misschien kan iemand alvast de goud en de olie en de... Zilver is omhoog gegaan, had ik begrepen. Oh, ja. Dat komt goed uit. Goud, $1,867. Zilver, 2508. Oh. Olie is 78,26. Dat is ook weer zo'n maf. Dan heb je natuurlijk dat COP26 verhaal gehad. En iedereen, olie slecht. En fossiele brandstoffen slecht. En dan gaat de benzineprijs heel erg hard omhoog. Want die oliebedrijven die durven geen lange termijn investeringen meer te doen. Want die weten ook niet wat ze boven het hoofd hangt. Dus net zoals in de vracht, die containerschepen, die kunnen ook niet vervangen worden, omdat een heleboel containerschepen worden illegaal en de nieuwe regels zijn nog niet helemaal duidelijk. Dus als jij een investering doet in containerschepen, dan kun je gewoon de sjaak zijn. En dus er wordt niet geïnvesteerd in nieuwe olie- en gaswinning en niet in nieuwe containerschepen. Dus die prijzen die lopen heel erg op. En dan gaat Biden, die gaat opeens een
een onderzoek instellen naar manipulatie door de grote oliebedrijven. Oh man, dit is ook allemaal zo simpel. Ja. Dat doen ze echt alsof ze geen idee hebben waar het nou vandaan komt, die hoge prijzen. Nee, nee. Ja, ik heb YouTube die stelt je wel eens wat voor, hè, van dan ben je wat aan het kijken en in één keer word je automatisch doorgelust, als dit afgelopen is, doorgelust naar een andere. Dat is dan eentje die random door YouTube is geselecteerd. Dan kwam ik bij een of andere blogger die eigenlijk ook een beetje in crypto zat. En die zat het hele verhaal van Biden te verdedigen. Dat de Green New Deal zo fantastisch is. En dus ik denk, nou, laat ik even naar zijn argumenten luisteren en zo. En dan was het echt zo van, ja, Biden, nou, ik zat even kort door de bocht zeggen. Biden is de messias, want zijn nieuwe Green New Deal is nodig. Omdat er nu een supply shortage crisis is. En Biden gaat het oplossen. Weet je wel? Ik denk van, nee, doe het. Komt door Biden. Weet je wel? En ook van, ja, de nieuwe bill, weet je wel? Waar ook die crypto-regulering in zit. Ja, dat is heel goed. Want daardoor kunnen we witwassen voorkomen. Hè? Volgens mij is crypto juist bedacht om uit dit systeem te ontsnappen, weet je wel? Ja. Maar ja, dan hoor je het ook het verhaal van een andere kant, weet je wel. Ik had van de week... Ja? Binance ook al, Binance die zat ook al te pleiten voor wereldwijde crypto-regulering. En die wil dat iedereen KYC gaat doen. Ik zat van de week in de groep van de Piratenpartij. Er was een of ander bericht geplaatst. Okay. Dus ik dacht van, nou, ik zal er eens op reageren. Ik zag er een hoop desinformatie staan. En toen ging ze dus mij van desinformatie bedichten. Oh, ja. En toen, ik denk, nou, is dit nou de Piratenpartij? Er zat daar iemand, die zat daar tussen en die zat alleen maar te zeggen, ja, want als je het, het is allemaal vrijwillig. Dus als het je niet aanstaat, dan rot je maar lekker op. Ik zeg, ja, maar ik ben al lang weg. Ik zit hier op 20 kilometer van Liberland. Ja, goed zo, want zulke wappies als jij, daar hebben we allemaal niks aan. Daar gaan alleen maar mensen dood door. En, Nou, het zal wel, als dit de Piratenpartij is. En dan zaten ze mij van desinformatie te bedichten. En ik zei van, jongens, als jullie hier de hele tijd volhouden dat er op dit moment gevaccineerd wordt in Nederland, dan zijn jullie degene die desinformatie verspreiden, niet ik. Ja, dus, ja. En trouwens, een klein dingetje, Peter. Misschien moet je, je bent nu de dwerg in het gezelschap. Je hoofd komt net boven het bureau uit. Dwergen moeten er ook zijn. Ja, maar nou ben je ontschedeld. Joost, je kan beter weer wat lager zitten. Ja, oké, okay, maakt niet uit, joh. We zitten allemaal in beeld. Bitcoin hebben we nog. Die is omlaag gegaan. Dat lekkere ultramaatje. En nou is hij naar de $60,000. Dus kun je weer inkopen. We staan op dit moment 60,3 duizend per Bitcoin. Dollar. Ja. Ja, de rest van de crypto is ook allemaal omlaag gegaan. Ja, dus even afwachten als de Plan B verhaal nog uit gaat komen. Hè? Wat had hij nou voorspeld? 80 of 90.000? Ja, net onder de 100.000 dit jaar. Ja, maar ik bedoel deze maand. Hè? Was het iets van 80 of zo? Ergens is 80. Nou, dat kan er gewoon nog steeds gebeuren, hoor. Hij moet in één keer omhoog springen. Ja, je weet maar nooit. Ik bedoel, het is vaker voorgekomen. Dat hij in één keer keihard omhoog ziet. Dus ja. Maar dan zou hij nou met 20.000... Zou hij eigenlijk, wat hij in 2017 ongeveer een heel jaar heeft gedaan, dat moet er dan in één maand bij komen. $20,000. Ja, in dollar. In dollar, maar in percentages is dat tegenwoordig niet meer zoveel. Nee. Johan, als ze het willen, dan staat hij morgen op de miljard. Dus. Er is zoveel geld in de wereld. Maar we houden momenteel weer even op 60.000. Ja, niemand die wil te veel betalen. Hè? Waarom zou je 67.000 willen betalen? Ik zat Didi Taihutu volg ik.
Die had een plaatje getweet, of weet ik veel waard, dat hij het op internet had geslingerd. Er is iemand en die had 10.000 bitcoins in zijn portemonnee en die loopt daarmee te handelen. En dat zit die zit dat te volgen. Ja, die wil. En die is van de 10 naar de 100.000 gegaan. In een jaar. Van 10.000 bitcoin naar 100.000 bitcoin in een jaar. Ja. En die heeft elke keer verkoopt die op de piek en koopt die in het dal. En dat, nou ja, deze afgelopen 3 dagen had je dus ook weer 10% kunnen verdienen. Dus als je dan met 1000 bitcoins een beetje aan het spelen bent, dan verdien je er zo 100 bitcoins in een dag of twee. Ja. Als je niet zijn hele stash te verkopen, hij verkoopt steeds beetjes ervan. Nou, hij is actief aan het handelen ermee. Dus ja, dan wel, maar hij doet niet 100%. Per duizend. Hij doet niet 100% van zijn stash. Dus, Nee. Ja. Per 1000 bitcoins ongeveer. Ja, en dan... hij koopt ook niet precies op de top en in het dal. Want ik zat nog even te kijken. En hij had de laatste transacties. Het was toen hij deze... vorige week het ging het naar beneden. Toen had hij gekocht. En nu net ging het weer naar beneden, of eergisteren geloof ik, en toen had hij weer gekocht, weet je wel. Dus hij heeft niet helemaal in de bottom gekocht. Nee, nou ja, oké. Okay. Ja. Maar hij koopt ze redelijk goed en hij weet lekker mee in de wind te handelen. Dus ja, zo snel kan het gaan als je de hele dag alleen maar op zit te kijken en te handelen. Mm-hmm. Nou, dan kan het heel vlug gaan. Ja, het is slim om alles in één portemonnee te hebben natuurlijk. Hè? Maar het zou natuurlijk ook van een exchange kunnen zijn. Hè? Nee. Nee? Nee, een exchange kan... Ja, het kan, maar een exchange handelt niet met het geld van zijn... Nee, het kunnen ook alle handelaren bij elkaar zijn die dat doen. Nee, want daar wordt niet mee gehandeld. Daar wordt alleen verstuurd. Ah, oké. Ja, dat klopt. De mensen daar naartoe sturen om het daar te verkopen of zo. Dat ook een verklaring zou kunnen zijn dat het steeds krimpt en groeit. Nee, want als het een beurs is, dan zijn er een heleboel mensen die naar verschillende adressen sturen. En dan vanaf die adressen sturen zij het naar hun cold wallet adres. Maar daar wordt niet mee gehandeld natuurlijk. Dat zijn user funds. Nee, wat ik bedoelde is dat dit de wallet is van een exchange. Ja, maar als dat zo zou zijn, dan zouden er dus een heleboel depositadressen moeten zijn die dat naar een cold wallet overmaken. En die cold wallet, die gaat niet handelen met zijn bitcoins. Nee, wat ik bedoel is, kijk, er is een exchange die gebruikt gewoon een database. Die gebruikt niet echte wallets. Wel wallets om te ontvangen, maar die gaat dan vervolgens, de platform zelf zijn gewoon databases. Maar die walletadressen van die exchanges zijn toch ook bekend? Mm-hmm. Vaak wel, ja. Ja. Maar goed, ik heb er niet genoeg verstand van te kunnen zeggen wat het nou precies is. Ik denk niet dat het een exchange is, Johan. Ik denk dat het echt een trader is. Ja. Trader, als u luistert, wilt u uzelf bekendmaken. Nou ja, steek een stuk of 100 bitcoins in de i-gulden of zo. Kun je lachen. Goed, ja. Trouwens, de i-gulden op dit moment kun je maar 5 bitcoins in kwijt. Dus 5 bitcoins is genoeg. Oké. Ja. Maar goed, ja, laten we naar goud kijken. Nee, dat hebben we gehad. En dan gaan we naar de berichten toe. En ons eerste berichtje is dan een crypto-gerelateerd berichtje. Voor de mensen in Indonesië, ja, dit is natuurlijk geen goed nieuws, hè. Ik weet niet hoe belangrijk die moslimraad is, maar in ieder geval een moslimraad die heeft de bitcoin haram verklaard. En dat is wel goed nieuws, Johan. Waarom? Haram is dat het oké is. Nee, dat is halal. Nee, halal. Nee, het is verboden. Haram. Ja? Nee, halal. Halal is schoon en haram is vies. Juist. Parken. In Iran is hij halal. Oh. Oh ja, klopt. Ja. En, dus dat is toch raar, hè? Want ze zijn allebei islamitisch. En ze hebben het geanalyseerd, denk ik, wat Mohammed ervan vond. Maar in Iran hebben ze daar dus een andere visie op. Dan is het juist weer halal. Maar het is niet zomaar een islamitisch clubje. Het is de hoogste islamitische wetenschappelijke instantie. Dus het is dus van zowel... Indonesië waarschijnlijk. Van Indonesië inderdaad. Ja, klopt, ja. Maar het is zeg maar niet alleen religieus.
Dus er zit ook een wetenschappelijk element in waarom het haram is. Ja, hoe kan dat nou? Hebben ze alle al wetenschappelijk kunnen berekenen? Ja. Ik zou wetenschappelijke religie. Ik zou ook zeggen, maak een keuze. Maar tegenwoordig wetenschap ook hier in Nederland is ook allemaal is gekocht. Dus in principe, waarom niet? Ja. Nou, ja, kijk, wetenschap is religie, dus waarom zou religie geen wetenschap zijn? Ja. Ik zal even gaat in elkaar op. Het zwemt in elkaar over. Misschien is het... Maar ik vind ook wel de hoogste islamitische, er zijn dus ook lagere islamitische wetenschappelijke instanties. Ja. Dus. En die zeggen ook wel eens wat. Maar dat ik weet niet of die het dan eens zijn met de hoogste. Welkom in dat ene het halal verklaart, weet je wel. Welkom in de wonderenwereld van religie. Ja, nee, maar dan ben je, dan weet ik veel, dan ben je ergens op Borneo. En daar de plaatselijke islamitische wetenschappelijke instantie, die vindt het halal. Ja. Maar ik ben trouwens deze week achtergekomen dat er twee Flat Earth Societies zijn. En die elkaar verketteren. Ja. Dus als het al bij de Flat Earthers kan, dan ja, bij de islam kan dat ook dan, hè? Hè, maar hoe verketteren die elkaar? De ene die vindt dat de aarde plat is, en wat vindt die andere dan? Ja, dat die ook plat is, alleen die ene zegt dat die andere niet radicaal genoeg is. Hij kan nog platter. Hij kan nog platter, ja. Nee, de ene die gelooft dat de hemel, dat het wel allemaal hemellichamen zijn die door het heelal zuizen. En dat de platte aarde een soort pannenkoek is die alleen maar omhoog gaat. Dat veroorzaakt zwaartekracht. En de andere die zegt nee, er is een soort koepel. En al die hemellichamen zijn gaten in die koepel over ons heelal heen. Dat is echt wat, een beetje prehistorisch. Zeg maar. En daardoor verketteren ze elkaar. Dat ze daar een verschillende... Maar het is niet zo van dat de ene vindt dat de aarde plat is, die planeet. En dat er nog een club is die vindt dat alle planeten plat zijn. Ja, dat kan ook nog, ja. Dat is gewoon... overigens, Iran, wat ik had begrepen, ik heb ooit een keer nog gelezen hoe dat zat. Ze hebben Bitcoin niet halal verklaard, maar laat zeggen neutraal. Ze zijn er neutraal over, dus nog halal, nog haram. Had ik begrepen. Ik heb het ooit een keer ergens gelezen. Dus ze hebben niet specifiek halal verklaard in Iran. Ja, zolang je mijn homo's kan blijven ophangen, dan is het goed. Ik zal nog even op het artikel terugpakken. De redenering achter de haramverklaring zijn de vermeende elementen van onzekerheid, gokken en schade. Al dus de Nationaal Ulema Council. Okay. Ja, je kan met alles gokken. Dan kun je toch nog steeds Safe Moon goedkeuren, want het is gewoon hartstikke safe. Ja, het zit in de naam. Ja. Was die niet gecrashed laatst, Safe Moon? Ja, is die gecrashed? Ik dacht, nou, ik weet niet of het dan. Ja, dat is inderdaad een beetje zo'n, hoe noem je dat? BitConnect verhaal, zeg maar. Maar dan stablecoins, daar zouden ze dan in principe dan niks op tegen moeten hebben. Ja. Behalve de dollar. Nee, is ook geen die gaat alleen maar naar beneden. Fiat is goed. Dus dat is geen onzekerheid. Schrijf eens naar die hoogste wetenschappelijke raad met deze aantekening. Ja, ik snap dus nooit dat dit soort instanties zulke uitspraken kunnen doen, omdat het geld wat ze op dit moment gebruiken onderhevig is aan rente. Voor zover ik weet is bij iedere religie, of in ieder geval bij de moslims en bij de christenen, is er eigenlijk een haramstelling, of hoe dat je het ook mag zeggen, op rentegeld. Dus ik begrijp dat nooit, hoe dat zij dit soort uitspraken kunnen doen. En die opmerking van stablecoins is een hele goeie. Want dat wordt gedrukt zonder rente in zekere zin. Het is alleen een vertegenwoordiging van een dollar. Waar bitcoins tegenover zouden staan. Of dollars. Maar dat er dus onzekerheid, gokken en schade als reden worden opgebracht om het niet, of om het haram te verklaren. Ik bedoel, die onzekerheid en dat gokken en die schade. Ja, als jij dus met dollars daar aan de slag wil, ik geloof dat het meeste gokken zal toch nog steeds in dollar gebeuren. En als jij ziet hoeveel oorlogen en schade dat de dollar veroorzaakt,
Dus ja, en de enige zekerheid die je hebt in de dollar is dat je zeker te weten gaat verliezen. Ja, dan vraag ik me dus af van wat... Maar dat is dus geen gok, hè? Nee, dat is geen gok. Nee, precies. Die onzekerheid in de dollar, die is er niet. Want je weet zeker dat je gaat verliezen. Ja. Het is ook wel apart dat in een moslimland zoals Turkije, dat de president daar zelf de rente omhoog en omlaag doet. Ja, precies. Ja, over onzekerheid gesproken. Maar dan ja, en over rente gesproken. Maar de goudprijs en de zilverprijs zijn ook onzeker. Ja. Ja, ja. Alles is eigenlijk onzeker, ja. Alleen schade zul je, ja trouwens, ik denk dat je met een goudklomp ook nog meer schade kan aanrichten dan met een bitcoin. Dus dat is je hard gooien toch? Maar dit zijn allemaal van die gekochte statements, heb ik altijd het idee. Van zij hebben gewoon hun subsidie nodig. Ja. En dan zeggen ze, nou moet je wel even de bitcoin aan ramp verklaren. Anders dan, Dat idee heb ik ook altijd bij... die celebrities die dan zeggen bijvoorbeeld, dan komt Gordon eruit. Ik heb het helemaal gehad met antivaxxers. Heb ik het idee, krijg je daar nou voor per opmerking krijg je dan een schouderklopje van de belastinginspecteur of zo. Want dat sowieso. Ook al die influencers die dan filmpjes gaan maken ineens. Het is allemaal, ja, dat is gewoon doorgestoken kaart. Ja. Gaan daar zo nog over hebben trouwens. Ja. Maar goed, deze club die denkt dus te kunnen wegkomen met het feit om Bitcoin haram te verklaren. Nou ben ik zelf geen... Nou neem ik niet zoveel... hoe zeg je dat? Ik neem dit niet zo serieus. Of ik ga er mijn... Ik leef gelukkig niet op aanraden van deze islamitische instantie. Dus ik leg het naast me neer. Maar ik hoop dat er moslims in Indonesië zijn die dat ook kunnen doen. En die zich niet laten beperken door hun rechtvaardigheidsgevoel richting God. Om de bitcoin aan de kant te laten leggen. Want de enige die hier schade doet, over schade gesproken. Is deze islamitische instantie uit Indonesië naar mijn mening. Door misinformatie te verspreiden en daarmee de Indonesische burgers... Ja, op lange termijn in een piramidespelletje van schuld te houden. En mijn korte visie erop. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed, dan gaan we even naar de IMF en IMF-chef. Chefin, trouwens. Even kijken hoor. Die zegt dat Nazis can help tame inflation spike. Ja, ja, ja. Ik had hem ergens in het Nederlands staan. Ja. Oh, hier ja. Oh, dit Engels. Ja, nee, ik had hem hier in het Nederlands. Ik denk al, hè, ik had het toch in het Nederlands vertaald. Maar ik zat op de website te kijken. IMF-chef zegt dat de meeste vaccinaties... meer vaccinaties de inflatiepiek kunnen temmen. Ja. Ja. Wat in zekere zin... Als je erover nadenkt, heel erg logisch is. Want als iedereen doodgaat na zijn 16e booster, dan temt dat de inflatie behoorlijk natuurlijk. Dat is voormalig IMF-chief Kristalina Georgieva. Nou, ik weet niet of dat zo is, want minder mensen, die produceren ook minder. Dus het altijd vallen er meer consumenten af of producenten. Ja, maar dan krijg je... Kijk, als je een heleboel oude mensen om zeep helpt, dan, die zijn natuurlijk voornamelijk consument, geen producent meer. Mm. Dan ben je gewoon een hele hoop consumptie kwijt. Dat kan de inflatie beteugelen. Maar als je jonge mensen ook om zeep helpt, dan gaat het tot minder. Ja, maar als er een hoop mensen minder zouden zijn, dan in zijn algemeenheid kun je zeggen, zouden de prijzen omlaag kunnen, omdat wij dezelfde grondstoffen met minder mensen hoeven te delen. Ja, maar ze worden ook niet meer geproduceerd in grondstoffen, want die mensen zijn allemaal dood. Ja, 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 nou ja, ja. Oké, daar kan ik je meegaan. Je hebt er nog even, want er ligt nog een berg kolen, die kan je nog even opmaken. Maar daarna, denk ik niet. Maar het is wel apart dat de raarste verklaringen komen. Ja, de IMF zal er vast wat anders over zeggen dan ik met mijn doodspuit, met mijn gifspuiten. Dus ja, ja, laat maar horen. Dat zal geen argument zijn. Laat maar horen wat ze zeggen. Ja, het idee is al, ik weet niet of ik heb het niet gelezen, maar ik geloof, er was ook zo'n rare verhaal van nee,
dat geld drukken van, voor die biljoenen voor allerlei infrastructuurbeeld, dat zou de inflatie ook omlaag brengen. Maar en, dat betekent dus ook dat... Dat was CNN die dat zei. Maar wat dit ook betekent, is dat de ongevaccineerden, die halstarrig zich niet willen laten vaccineren, eigenlijk zorgen voor inflatie. Dat die schuldig zijn aan de hoge inflatie. En als die nou gewoon allemaal mee hadden doen, en die zouden zich gewoon netjes laten prikken wat de overheid wil, dan hadden we die hoge inflatie niet. Dus het zijn gewoon die vreselijke wappies die deze problemen veroorzaken. In principe. Haar verklaring is dat de economie weer aan de gang kan, weer dingen kan produceren als iedereen gevaccineerd is. Hetzelfde wat Gordon zegt, dat de ongevaccineerden de economie slopen, maar daar komen we nog op. Ja, want die houden zijn concerten tegen. Als nou iedereen gevaccineerd was, dan denkt hij dat hij weer concerten mag. Ja, en de restaurants zijn dicht door de ongevaccineerden. Ah, ja. Maar ik denk dat hij nog niet helemaal door heeft dat als iedereen gevaccineerd is, zoals in de toplanden van vaccinatie als Gibraltar, dat daar dan alsnog alles dicht gaat omdat er een piek in cases is. En het leuke is, hij heeft op VVD gestemd. Die zorgt ervoor dat zijn restaurant dicht is. Mm-hmm. Maar die geeft hij niet schuld. Hij, het enige waar hij boos op is op de regering en de VVD is dat ze niet hard genoeg het probleem aanpakken wat de VVD zelf benoemd heeft als de oorzaak van het sluiten van zijn restaurant. Ja. En als de VVD zei het komt door de marsmannetjes, ja, dat die jouw restaurant moeten sluiten, dan was hij boos geweest op marsmannetjes. Ja, of dat als zolang er mensen zijn met een rode auto, dan sluit het bij jou een restaurant. En dan moeten we jou in je bek blijven staan. Ja, dan zegt Gordon van oké, maar dan pak dan godverdomme die klootzakken met die rode auto's ook af, want die slopen de hele economie. Dan zeggen die mensen met een rode auto van ja, ik ga niet naar zo'n tyrannieke overheid luisteren. En dan gaat Gordon juist roepen om een nog tyranniekere overheid, zeg maar. Van stop. Zo lullig, ik ga zaterdag een rode auto kopen. Ja. Ja, maar ik kan maar denken. Ja. Van al die mensen die kleurenblind zijn en die eigenlijk denken dat ze in een groene auto rijden. Die kunnen er helemaal niks aan doen. Ja, maar ik stel me zo voor, want ik zat naar dat Gordon bericht te luisteren, want we zijn het er nou toch over aan het hebben. Maar ik probeerde me zeg maar het in het hoofd te kruipen van Gordon. En ik stelde me zo voor, je hebt een grote man van 2 meter, die is supersterk. Ja, en die heeft een rare neiging om zijn vrouw te slaan op het moment dat hij een hond ziet of een hond hoort. En dan krijgt die vrouw, die krijgt een enorme hekel aan honden. En die gaat dan tegen die grote fans zeggen van, los dat probleem op, maak die honden af, ga ze vangen, stop ze in een kooi, geef ze een spuitje, laat ze inslapen. Maar die agressie van of die boosheid van die vrouw, die richt zich zeg maar op de honden, in plaats van op degene die slaat. Prachtige analogie. Ik denk dat Gordon zo in elkaar steekt gewoon, dat is het idee. Wij hebben eigenlijk, verdienen wij 1 miljoen luisteraars met zulke opmerkingen. Ja. Ik denk dat het inderdaad behoorlijk klopt dit. Ja, maar dat komt ook, ik denk dat komt omdat de overheid is zo'n kracht waar je niks tegen kan doen. Dat is gewoon eigenlijk met je vuist tegen een blok graniet slaan. Daar doe je eigenlijk alleen je vuist mee zeer. Dus als je dan maar ook maar iets anders hebt wat een soort proxy kan zijn, zoals een rode auto of een hond of zo, dan begin je daar maar op te trappen, want dat blok graniet, daar kan je gewoon niks aan doen. Dus als dat blok graniet, als daar met graffiti op Go to the Bluetooth. Oh. Iemand met Bluetooth. Lucas komt erbij. Als er inderdaad met graffiti op dat blok graniet geschreven staat, vergas alle joden, dan is het oké, dan doen we dat dan maar, want het graniet slaan. Ja, precies. Dat is inderdaad, die overheid, die kun je dan niet hebben. Dus dan ga je maar harder roepen van, zorg maar dat het probleem oplost. Maar ja, dat is dan hetzelfde van, stel je voor dat Hitler echt alle joden had uitgemoord, was dan het probleem opgelost? Was Hitler dan gewoon een lieve leider geworden? Ja. Weet je wel? Dus het werkt alleen nooit, snap je? Dat is probleem. Weet je wel? Als er geen gevaccineerden meer zijn, dan komt die derde prik. Dan komt die derde prik en dan zijn er weer alsnog ongevaccineerden. Dus het helpt ook helemaal niet dat iedereen gevaccineerd is. Ja, en dat is ook waarom die Hannah Arendt zei over dat origins of totalitarianism. Die zei ze ook van het echte geweld breekt pas los als de oppositie tot zwijgen is gebracht.
Want die enorme saamhorigheid komt voort uit het allemaal in elkaar slaan van de Joden of de niet gevaccineerd of zo. Of, als die dan geruimd zijn, dan heb je geen reden meer om voor de saamhorigheid. En je hebt ook geen excuus meer dan. Want ze zeiden dat het de Joden waren en die zijn er nou niet meer. Ja. Dus waar moeten we nou bouwen? En dan begint het onderlinge... het harde geweld, ja, maar dat is wat zij beweren. Ja, maar jij kunt natuurlijk wel altijd de doelpalen iets verschuiven op het moment dat het probleem lijkt op te lossen. Hè? Net zoals met wat toen er niemand meer op de IC lag, dan ging het over besmettingen dus hebben. De boosterprik. Dus, ja. Dus je tijdens het oplossen van het probleem creëren alvast een ruimer probleem. Wisten jullie trouwens, daar ben ik deze week achter gekomen, nu je besmettingen noemt, hè, zeg ik altijd weer positief PCR-test, ja, geen besmetting. Maar in ieder geval. Hier in Servië, als jij een positieve PCR-test hebt, dan ben je dus besmet en dan heb je daarna heb je 6 maanden een QR-code. Ja, in Nederland ook. In Nederland is dat ook? Oh, dat wist ik niet zeker. Oké, dus met een positieve PCR-test ben je er eigenlijk... Ja, heb je ook weer een jaar of een jaar, ik weet niet meer. Ben je even weer aan het gezeik af. Nou, dan moet ik gewoon elke dag een test gaan doen nou. En dan heb ik op een gegeven moment ook zo'n QR-code. Dan word je wel een keer positief getest. Ja. Ja, ze maar op die hoge cycli blijven draaien, dat zelfs een fles cola. Ja, kun je hier gewoon ook bestellen en zo. Ik kan ook op Yoshi Livo kan ik een QR-code laten zetten. Net als dat er op Adolf Hitler zo'n QR-code is gezet. En zo. Maar je kan toch, kan je niet, je kan die andere test, die kon je positief krijgen met een beetje cola. Als je nou gewoon een beetje cola in je neus doet. Ik begreep dat het gaat om bij de GGD, die test. Ja, maar dat bedoelt Peter. Dan ga je naar de GGD met al die cola in je neus. Ik zie het niet zo voor me, want als je dat probeert, ga dat maar eens doen, Peter. Ja. Maar je komt wel ziek over gelijk, dat is wel goed. Maar even kijken, hoor. Ja, we waren nog bij de berichten. Maar ik hoorde van iemand, inderdaad, ik geloof dat Adam Curry zijn dochter was, die probeerde dan een positieve test te krijgen. Om daarna een negatieve te krijgen. Maar dat lukte gewoon niet. Iedereen op de bek zoenen en zo. Gezicht spuren. Ja, dat hield het allemaal niet. Dat is wel heel moeilijk. Maar Janet Yellen, die heeft ook een mening. De minister van Financiën van de VS, zeg maar. Even kijken. Arbeiders depressief door een pandemieprogramma. Omdat men... gelukkig is met financiën en even kijken en bang voor COVID. Ja, het is even een Nederlandse vertaling van een hele lange titel. Daily Mail. De minister van Financiën van Amerika, ja. Janet Yellen, geeft toe dat Bidens pandemieprogramma de werkarbeidskracht gedeprimeerd heeft achtergelaten. Omdat people gelukkig zijn met hun financiën en bang van COVID. Of eigenlijk quite depressed bedoelen ze eigenlijk dat de workforce niet aan de slag wil gaan. Omdat die mensen, ja, ze zijn wel happy met hun financiën. Ze zijn bang van COVID, ze blijven lekker thuis zitten. Dus daarom is de workforce depressed. Dat bedoelt ze eigenlijk niet mee dat die mensen gedeprimeerd zijn, maar meer dat die... Dat ze geen zin hebben om te werken. Ja, ik had even teruggebracht naar een Telegraaf gekomen. Maar de Daily Mail die heeft dus niet die traditie van de Telegraaf om hele wat kortere stemmingmakende koppen. Maar juist koppen met van halve pagina's lang. Maar wel stemmingmakend. Ja, mensen lezen de koppen, dus dan moet je niet zo lang mogelijk maken. Ken ik daar de theorie? De Telegraaf van in Nederland is gewoon korte krachtige koppen in dikke koeienletters, zeg maar. Ja. Weet je wat me opvalt met die koppen? Ze doen het heel slim dat je eigenlijk nooit echt kan liken. Als je denkt van... Nou, dan staat er bijvoorbeeld 100.000 mensen protesteren tegen coronamaatregelen. ME slaat er flink op los. Weet je wel? En dan kun je ook geen duimpje doen, weet je wel? Dat valt me heel vaak op. Ja. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie om iets op te letten. Ja, dan let er maar eens op. Als je het één keer ziet, dan blijf je het zien. Ja, maar je moet toch wel om in de social media meer exposure te krijgen. Dan moet je toch wel in
een kop hebben waar mensen het duidelijk op kunnen liken, toch? Ja, maar je, als je liked, dan... Ja, precies. Maar mensen denken soms... Peter is het ook nog net opgevallen. Maar mensen denken dan... Bijvoorbeeld die mensen denken... Oh, leuk, 100.000 mensen te demonstreren. Dit gaat de goede kant op. En die mensen die denken van... Ja, die kutwappies, ze worden in ieder geval lekker in elkaar gebeukt. Goed, gaat zo door. Dus misschien krijgen ze wel likes van beide kanten, weet je wel? Ja, dat kan ook inderdaad. Ik like dan niet, want ik denk... weet je wel. Maar ja, ik ben zo'n maf Kees. Ik denk na, weet je wel. Ja. Nou ja, het is in ieder geval weer een interessante uitleg. En ik geloof er vrij weinig van het standpunt. Ik denk zelf dat de mensen bang zijn van de prik en niet van COVID. Ja. Maar de realiteit is dat er een hoop minder Amerikanen werkzaam zijn deze maand dan vorige maand. Maar kunnen we verder nog iets met dit bericht van Jellen? Nee, dat is één grote fake news bullshit narrative. Maar het rare is dat ik gelast dat in Nederland nog nooit zoveel mensen aan het werk waren. Oké. Dat is hier kennelijk anders. Misschien kunnen ze geen van allen meer zwart werken, omdat er zoveel regeltjes bij zijn gekomen. Ja. Ja, dat kan ook, ja. Ja, maar er is denk ik ook ontzettend veel geld erin gepompt, waar nog gewoon... Ja. De prijs voor moet worden betaald, zeg maar, later, de rekening. Ja, dat is nog iets anders. Zij schrijft hier ook nog, ja, nee, want de inflatie komt door de pandemie. Nou, right. Het is natuurlijk maar net hoe je het wil uitleggen allemaal. En ik zeg al, zolang dat zij dus die verhaaltjes volhouden, klopt het in zekere zin. Ja, de pandemie is de oorzaak. Ja, in die pandemie is in de afgelopen 20 maanden tijd is er 30% van al het geld in omloop is bijgedrukt. Dus er zijn bijna 50% meer dollars vandaag dan 20 maanden geleden. En ja, als je dan zegt, ja, dat komt door COVID, want het was het COVID-plan. Ja, oké, nou ja, dan komt het allemaal door COVID. Dat er in dat COVID-plan 1% wordt uitgegeven aan gezondheidszorg. En de rest van de triljarden aan gender equality en weet ik het wat allemaal. Dan ja, mag je het allemaal COVID noemen. En zolang dat alle mensen maar gewoon blijven werken en het accepteren en hun belasting betalen, kom je ermee weg. Dus. Ja, de meeste mensen zeggen ook, we hebben een lockdown vanwege COVID. Alsof er niemand tussen zit die dat doet of zo. Hè? COVID en direct boom, lockdown. Ja, niet en dan van... moet je eigenlijk vragen, van, ja, en die lockdown van de boeren dan, 3 maanden voordat COVID begon. Maar, dat was toch voor de stikstof een lockdown? Ja, dat is dus door de stikstofmoleculen, die hebben een lockdown gedaan. Ja. Dus nou ja, die mensen die zijn zo kortzichtig, die vergeten zo snel wat er gebeurd is. En, wat was het nou laatst weer? Want die Mona Keizer nam ontslag, want ze had wat gezegd. En toen zei Rutte, ja nee, dat kan echt niet. En dat soort gedrag en taalgebruik is onacceptabel. Maar ja, dat is ook al daarvoor, een jaar daarvoor stond Grapperhaus zijn trouwerij te vieren en die is nog steeds aangesteld. Dus, ja, maar dat is nu ook vrijgesteld, hè? Ze zijn vrijgesteld van al die vaccinaties. Ja, maar op je trouwerij niet, want dan komt ook je niet-diplomatieke familie over de vloer. Ja, dan is alleen Grapperhaus is vrijgesteld en de rest die... Oké, maar dan, dat was gewoon niet de bedoeling dat de pers bij was. Dus dat is de schuld van de pers. Nee, maar het is alleen maar even om de dubbele standaard gewoon. Het is gewoon, hier focussen we ze op en de mensen doorzien het gewoon niet. Ze hebben niet in de gaten dat ze worden voorgelogen en dat het gewoon... Als je 6 maanden uit elkaar 2 krantenberichten pakt, dat er gewoon geen ene fluit van klopt. Maar, ja, maar ze zitten in die brainwash. Hoe cool is dat mensen dat niet merken? Dat je daar gewoon mee weg kan komen. Je lacht je toch gewoon rot. Ja, en als je dan ondertussen onderdaan. Zelf een hoop bitcoins hebt en het gaat alleen maar omhoog, ja, is het op zich wel leuk. Maar daar letten ze dan wel weer op, hè? Op de lange termijn is het toch jammer. Is het denk ik toch dat het jammer is. Want het kan zoveel beter gaan, denk ik. Ja, maar ja. Ik ben wat dat betreft niet egoïstisch genoeg, Lucas. Hè? Nee, maar je hebt ook niks aan je welvaart uiteindelijk, denk ik, als iedereen in een soort gek... Kijk, die Joden in de jaren 30, die waren vaak ook heel rijk. Die waren lui, die leven in enorme huizen. Die hadden enorme zaken opgezet. Heel succesvol gedaan. Maar uiteindelijk, als een hele bevolking helemaal knettergek wordt...
en doordraait, dan heb je er niks aan. En zelfs als je probeert weg te komen, dan moet je het voor habbekrats verkopen aan iemand die net iets minder gek is. Of net iets gekker is. En nou ben ik zelf verhuisd naar een dorp waar je nog geen sushi kan bestellen. Dus ik kan het sowieso niet echt uitgeven. Maar er is hier volgens mij in het dorp is ook geen autohandelaar bijvoorbeeld. Ik dacht laatst van, ik moet eens kijken, als ik nou binnenkort geld heb, wat moet ik ermee doen? Er is hier helemaal geen autodealer ook. Alles is te koop, hè? Ook de auto van de buurman. Nee, natuurlijk. Ja, maar zo gaat het ook. Allemaal tweedehands en allemaal import uit de EU en zo. Maar er is hier geen nieuwe auto. Hoeveel honk betaal je voor een auto? Eigenlijk. Ja, dat ligt aan de auto. Oh ja. Ja. Ik denk dat er ook auto's zijn die niet in honk af te rekenen zijn, omdat ze te duur zijn. Op dit moment doet alle honk samen ongeveer 500.000. Ja, maar kijk, we gaan gewoon weer even verder. Ik heb hier nog een. We hadden vorige week over die, die berichten over waarin ze de inflatie proberen goed te praten. MSNBC bespot voor een tweet die beweerde waarom de inflatie die we nu zien een goede zaak is. Ja, dit gaat ook weer door. Het spijt me dat ik nou weer het woord pak. Alleen dit gaat ook gewoon weer door op het bouwen van de verhaallijn. Die inflatie die is onomkoopbaar. Want in de afgelopen 20 maanden zijn de helft van dollars bijgedrukt. Dus die inflatie komt eraan. En nu moet het verkocht worden aan al die mensen die zo dom zijn om daar hun levensenergie voor in te ruilen. Dus ja, ze zijn het aan het masseren en dan zeggen ze het komt door de pandemie. En de MSNBC zegt nee, dat is hartstikke goed. Want het toont alleen maar aan dat we hartstikke actieve economie hebben en zo. Maar dat is het hele mooie, dat ze zo enorm gaan draaien. Je ziet deze media, die wil gewoon alles op alles zetten om deze regering in een goed daglicht te houden. En het wordt steeds belachelijker. Want eerst was het al van, nee, er is geen inflatie. Nou, nee, het is transitory. Het gaat binnenkort voorbij. En dan, ja, het is eigenlijk niet transitory. Nee, het is eigenlijk hartstikke goed. Het is eigenlijk precies wat je wil, dit. Ook Krugman, die heeft nou gezegd van, hij had het dan niet zien aankomen. Maar hij gelooft nog steeds in transitory. Dat was overgankelijk. Ja, en als het niet transitory is, dan kunnen we uit het vorige bericht opmaken. Dan komt het omdat er inderdaad te veel mensen zich niet hebben laten vaccineren. Want dat zou namelijk een goede remedie zijn tegen de langdurige inflatie. Dat stond in het vorige bericht. Dus dan weten we ook waar het dan aan ligt. En zo wordt het geframed en een verhaal een kant op gepraat. En uiteindelijk, economie is een kunst. Hè? Het is geen wetenschap. Je kan niet zeggen, als ik dit doe, dan gaat er over 6 maanden dat gebeuren in de economie. Want het is psychologie. Wat gaan mensen doen? En ze proberen dat dus te voorspellen. En als je dus de goede verhaaltjes in de krant zet, dan kunnen jouw voorspellingen gewoon een self-fulfilling prophecy gaan worden. Want als je maar lang genoeg tegen die mensen dat blijft herhalen en ze gaan ook die dingen doen, ja, dan heb jij het goed voorspeld. Maar als mensen wat anders doen, ja, dan klopt er dus helemaal niks van. Dus dat is altijd het lastige met economische artikelen, zeg maar, of artikelen over economie, die in de toekomst praten. Ja, als jij er een goede redenering achter kan vinden en dat is jouw waarheid, dan is het waar totdat het tegendeel is bewezen. En daarvoor heb je de cijfers nodig achteraf. En dan ben je dus alweer een jaar verder voordat je het echt gaat bekijken. In dat jaar heb jij weer allerlei leuke dingen kunnen kopen met je nepgeld. En weet je, dat is elke keer maar kicking the can down the road. En zolang de mensen het accepteren, gaat het door. Wat ik ook merk is dat het ook voor mensen die niet echt heel veel zin hebben om verder te lezen dan de kop, dat er twee dingen belangrijk zijn. Dat is namelijk wie zegt het en wat is het statement? En dan bijvoorbeeld, als er zou staan, Breitbart zegt dat inflatie, langdurige inflatie goed is. Ja, dan zeggen ze, ja, nou, Breitbart, ja, dat is gewoon fucking rechtse Trump-idioten mafkezen. Dus dan willen ze dan echt wel een argument zien waarom dat dan goed is. Maar hier is MSNBC, dat is een keurig links, weet je wel, dat past dan goed bij wat Nederlanders zou. Ja, dat het linkse deugd volgt. Nou, en
En die lezen dan die kop en dan is het klaar. Oh, dan is het goed. Dus het is wel ergens goed voor. Weet je wel? Ja. Er is toch ook zo'n figuur die heeft... Die ging dan met een uitspraak van Trump toe. En dan ging die over straat lopen. En ging in Californië of zo. Dan ging hij vragen aan mensen van... Wat vindt u van deze uitspraak van Obama? Oh ja, ja. Is dat Mark Dijssel geweest? Ja, inderdaad. Cool. Ja. Mark Dijssel. En dan kreeg je inderdaad gewoon een perfecte score. Dat mensen, als ze dachten dat van Obama was... Nou, dan was het een perfecte uitspraak. Ja, andersom bestaat hij ook, Peter. En dan doet hij uitspraak van Biden... zegt hij dat het terug... Ja. Ja, racist. Hij heeft volgens mij ook een keer iets voorgelezen uit Mein Kampf. En daar kreeg hij ook applaus voor. Hij heeft wel leuke video's af en toe, hoor. Ook die ene, ja, die heb ik al een paar keer genoemd, dus ik zal de tijd niet meer nemen. Dat hij met zo'n goudstuk en een briefje van 100. Ja. Wilde ze nog niet voor een kopje koffie wil je 100 euro of deze munt waar $50 op staat? Nee, ja, doe mij maar die 100 euro. Oké, ja, die munt die is 1 ounce. Nee, maar je hebt het is ook wel echt grappig hoe schaapachtig die personen dan ook hem aankeken, die Mark Dice, als hij dat dan aanbood. Ja, en echt zo van... Zo'n beetje zo'n Nigeriaanse prins effect, zeg maar. Ja. Nee, maar ik heb ook wel eens een discussie gehad van iemand die, die noemde zichzelf wetenschapper. Die werkte in een laboratorium en die was helemaal, die zat helemaal in die klimaatideologie. En die ging ook uitleggen dat er 50 miljoen mensen vanuit Afrika naar Europa zouden gaan binnenkort vanwege klimaatvluchten. En dat CO2 was dan de boosdoener. En toen zei ik van, maar wat als er nou meer CO2 komt, dan betekent het dat in die landen, dat er zeg maar meer planten kunnen groeien met minder water. En dan zou je in principe juist meer voedsel kunnen verbouwen dan minder. En toen noemde hij een bericht op wat ik al eerder gelezen had bij zo'n linkse deugdsite. Van ja, maar ik heb ook gehoord dat een groenere planeet ook gewoon eigenlijk heel slecht is. Maar, en dat klopt, dat bericht had ik ook gelezen, want je mag natuurlijk niks positiefs. En toen zei ik, nou, hoezo, leg eens uit. En dat kon hij niet. Dus dat is precies hetzelfde van, je hebt dan de mensen die lezen dan de Joop. Hè, of zo, en dan staat er iets belachelijks en dan lezen ze die kop en dan, oké, prima, dit zijn de goede mensen, dit zijn mijn mensen, dit zijn de mensen die deugen, en die beweren dat. Nou, hier is MSNBC, nou, prima, leuke linkse, leuke deugdsite. Nou, die legt gewoon uit, inflatie is eigenlijk een goede zaak. Nou, en daarmee stopt het dan voor hun eventjes, en dat onthouden ze. En wat ook apart is, dat merkte Michael Mellis op, dat ze ook allemaal dezelfde onzin verkondigen. Dus als er één zegt, Joe Rogan gebruikt horse paste tegen COVID, dan zeggen ze dat allemaal. Terwijl dat ivermectine, net als penicilline, dat wordt ook gebruikt voor konijnen, voor kippen, voor mensen ook. Voor mensen, maar voor een heleboel dieren. Maar allemaal zijn ze horse paste. Ja, maar dat is gescript, denk ik, van boven. Ja, maar dat komt, het is niet zo dat ze allemaal zelf iets verzinnen. En de ene komt met een kattenmedicijn en de ander die zegt de hondenmedicijn en de volgende zegt paardenmedicijn. Nee, ze komen allemaal met hetzelfde. En dat komt gewoon omdat ze inderdaad van lezen die kop van dit is een van ons. Ja, dat is een mooie kop inderdaad. Dat zet hem goed, dat doet hem lekker zeer. Dit gaan we allemaal hardlopen pumpen nou. Er zit ze geven helemaal niks om waarheid eigenlijk. Of iets ik denk dat het nog dieper gaat. Ik denk dat die mensen helemaal niet die kop lezen. Ik denk dat zij die instructie krijgen waarin staat, jij moet nu gaan vermelden dat Joe Rogan paarden ontvormen. Volgens mij is het ergste. Ik denk dat het een beetje organisch gaat, maar ik weet het. Ze delen ook met elkaar dat soort koppen. Ja. Ze delen ook met dat soort deugd. En dan heb je, wat heb je, de correspondent? Dat was ook zo'n kut ding. Bestaat het nog? Ik heb altijd een positieve annotatie bij kut, maar in ieder geval. Oh ja. Maar alles die nat is.
Je vindt een slecht artikel. Maar volgens mij is het bij iemand de thee. Volgens mij is het bij iemand de theeklauw. Ik hoor de hele tijd de paardkeper. Ja, of er wordt een. Er wordt een. Nee, dat is mijn dochter. Oh, ik dacht dat de van zangles. Oké. Satanistisch ritueel. Ja, ik dacht ook werkelijk waar. Zouden ze die complottekens toch gelijk hebben met die satanische rituele verkrachtingen? Dat ik... Ja, die van die libertaire die. Het is toch waar, gewoon. Maar jij zocht toch iemand die de kopstem kon halen? Volgens mij was dit hem wel, hè? Nee, ik zing zelf met die kopstem. Ik wil dat iemand met een borststem kan halen. Oké. Nou, dit klopt ook zo. Nee, maar de... Ik zal hem af en toe even mute zetten, jongen. Hé, maar goed, even kijken, hoor. Bedankt. Ja. En waar we het net nog over hadden, ik zag nog dat berichtje van de HLN, dat is een Belgisch blad geloof ik. En er stond nog in van Zeno voor 1411 dit nog niet posten of zoiets. Ja, laat het erop laten staan, had het er niet afgeknipt. Wie heeft dit artikel gedeeld? Wat, wie, welke? Deze Newsweek, waar je het nou... We're living through the greatest transfer of wealth. Ja, die kwam van mij. Ja, is het volgende bericht inderdaad. Ik dacht dat we er al kunnen waren. We wel gelijk naar doorgaan, toch? Ja, sorry. Ik dacht dat we er al waren. Nee, daar waren we nog niet. Nee, laten we het maar doen. Laten we het maar doen. Gaat altijd trager. We zijn niet zo snel als Zeno. Die de snelste de knipper en plakker van België. Waarschijnlijk deze week zijn baan kwijt is. We beleven de grootste overdracht van rijkdom van de middenklasse naar de elite in de geschiedenis. Dat is een mening. Ja, is dat niet het plan van de Great Reset gewoon? Ja, denk het. We gaan daar ook zo over hebben, want daar wordt een reclame van gemaakt in Forbes. Dat is een van de... Nou, ik wil ook een heel kort iets. Ik heb op mijn website schulden.nl sinds 5 jaar dezelfde tekst staan. Ja. En dat is iets als de grootste diefstal in de geschiedenis van de mensheid is in volle gang. Uh-huh. En als je dus nu, dit is een opinierend stuk waarin ze dus dit stellen. The greatest wealth transfer is happening now, of zoiets. Als je dus met een, hoe zeg je dat, compounding interest... Als je dus rente op rente gaat berekenen, dit systeem kennen we nu vanaf 1970. En vanaf dat moment is die welvaarttransfer is bezig. Maar doordat die, hoe langer het loopt, hoe in absolute getallen wordt dat steeds groter. Snap je? Omdat het in percentages gaat, worden die getallen worden steeds groter. Dus hoe langer dat je daarmee doorgaat, hoe groter die getallen worden. En nu hebben we dus inderdaad de grootste getallen sinds ever. En de beweging blijft hetzelfde. Want er gaat welvaart van de middelklas naar de elite. Dus dat is niet veranderd. Alleen de hoeveelheid en de grootte waarmee het gebeurt, dat wordt steeds groter. Dat is een beetje mijn take op dit. Ik heb het hele artikel niet gelezen, maar als ik... De kop even lees, hè? Dan je telegraaf lezen dat je bent. Ja. Maar ik heb het idee dat het relatief ook groter wordt, naast absoluut. Ja, oké, maar dat komt omdat het opbouwt, zeg maar. Het gaat in... Nee, er zit gewoon een bepaalde exponentiële functie aan. Ja. Het is ook zo dat voor elke... je had vroeger dat je voor... $1 schuld, dan krijg je dan $5 groei voor terug. En dat is steeds minder geworden over de tijd, totdat je $1 schuld krijg je $1 groei voor terug. En nu heb je geloof ik $10 schuld nodig voor $1 groei. Omdat die economie gewoon niet meer vooruit te branden is. Hoeveel, het lijkt wel eigenlijk een soort heroïneresistentie, dat je gewoon steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken, om dezelfde high te krijgen. En er zit een exponentiële functie in en die gaan op een gegeven moment heel hard aan het eind. Ja. En dat is denk ik waar de hyperinflatie vandaan komt. En zeker als je nou de narratief begint te krijgen van nou, het is eigenlijk best wel goed de inflatie, ja, dan is er helemaal geen tegenkracht meer. Nee, maar dat is ook gewoon in zekere zin, ik koppel toch, ik ben zo'n crypto-wappie, dus voor mij is Bitcoin het nieuwe geld. En daar moeten ze het narratief op een gegeven moment aan worden aangepast. Want ze kunnen die Bitcoin niet zo manipuleren. Ze kunnen allerlei berichten schrijven in hun dingen. Zoals dat het niet haram is.
en dat er criminelen aan meedoen en allemaal dat soort dingen om het dus te vertragen. Witwassen, ja. Terroristen. Ze kunnen het wel vertragen, maar uiteindelijk zal dat verhaal erin moeten. En als je dus, net als ik, nu 10 jaar in Bitcoin zit en je hebt ze voor 6 euro gekocht en ze kosten nou 60.000. Ja, dan op een gegeven moment moet er een keer een verhaaltje over hyperinflatie in de mainstream komen. Want ja, het is gewoon... Nee, maar ik denk dat het maakt ze niet uit dat er ergens een asset is die door het dak gaat. Net zoals ze het prima vinden als de stokmarkt door het dak gaat. Want mensen, zolang mensen hun geld in dat soort assets blijven stoppen, dan kunnen ze, die kunnen we gewoon negeren. Want als de aardappelen maar gewoon even duur blijven of langzamerhand omhoog gaan. Maar ik denk dat hun grote probleem is, het eerste probleem is woonruimte, denk ik, dat echt wrevel gaat geven. En zeker is het probleem als de voedselprijzen hard omhoog gaan. Ik denk dat ze daar kunnen ze gewoon geen chocola van maken. Daar moeten ze een antwoord op hebben. En dat antwoord is ook historisch gezien altijd hetzelfde geweest. Het antwoord is nooit geweest, ja, we hebben te veel geld gedrukt. Sorry, mea culpa. Het antwoord was altijd greedy capitalists. We gaan prijscontroles inpassen. En... het zijn allemaal schurken behalve wij. Ja. Ja, zonder ons was het ook allemaal veel erger geweest, zeggen ze ook vaak. En, maar had je die Biden speech nog gezien, dat die trickle-down economy, dat hij dat ging afkraken? Ja, dat... Ik heb wel een speech. Die zin die niet eindigde. Eindigt hij überhaupt zinnen? Nou, het applaus wat hij kreeg toen hij aankwam was wel erg leuk. Er waren 3 man die klapten of zo. Er waren minder mensen die klapten dan het clubje wat aankwam lopen. Dat, ja, je moet het maar zien. Het filmpje is te zien bij Dan Bongino. Ja, ik geloof dat hij ook bij No Agenda werd er ook over gesproken, volgens Peter. Nou, het is wel zo erg dat ze de dislike functie maar hebben weggehaald, hè, bij YouTube. Je kan er wel op klikken nog steeds, maar ze geven niet weer hoeveel dislikes er zijn. Ja, daarvan zei de co-founder, die had ook de co-founder van YouTube, die had ook gezegd, dit is echt zo belachelijk dat dislike button weghaal. Dat is inderdaad. Ik zal de deur even dicht doen. Ik wil even zeggen tegen Peter. Dat moet je leuk vinden. Tegen Peter, de spoelen op dit moment walvissen aan hier in Friesland. Vanwege de hoge tonen, ultrasone hoge tonen. Oké. Okay. Ja. Ja. Oh ja, die verstaan dat natuurlijk. Nu snap ik hem. Nee, maar goed, ja, even kijken. We gaan even naar. We hebben hier denk ik niks meer over te zeggen, hè, denk ik. Gaan we zo meteen nog over de grid reset hebben? Dus dan kan het hier nog. Ja, god toch. Oh, ja. Stel. Ja. Even kijken hoor, waar waren we geweest? Hier zijn we. Shell, ja, Shell is niet langer meer Royal Dutch, hè? En ook nog verhuisd. Oh, nu nog wel, nu nog. Oh, oké, okay, hier staat het Royal Dutch van de naam af. Want ze zijn Engels. Ja, het moet, maar het is nog niet gebeurd. Ja, ergens in december. Okay. In december weer gaan ze dat doen. Zijn nou Royal, ze worden Royal English, zeker. Nee, maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, wat wel apart is... Het gaat erom dat je peuter kan verkopen. Of daar Royal voor staat of zo. Dat is, er zijn mensen die daar waarde aan hechten, maar daar gaat het om niet om. Oké, okay, maar Peter, jij was aan het praten. Nou, ik wilde alleen even zeggen van, ja, het is wel leuk dat na die Brexit werd er gezegd van, ja, alles vlucht uit Groot-Brittannië weg, want het is, wie wilde nou in zo'n eiland zitten, wat helemaal geïsoleerd is van Europa, zo. En dan heb je Unilever vertrekt naar Groot-Brittannië, toen nou vertrekt Shell ook naar Groot-Brittannië, toen nadat ze hier gewoon helemaal het leven zuur zijn gemaakt. En dan raken ze die hele belastingbase natuurlijk kwijt. En dat vinden ze niet leuk. En dat was natuurlijk een hele discussie over dividendbelasting. Dat zag je nog zo'n laatste poging om toch nog een kamermeerderheid te krijgen voor die afschaffing van die dividendbelasting. Dat lukte dan weer niet. En daar zijn ze van alles kwijt. Maar ze zeggen ook altijd van, ja, die olie- en gasindustrie die krijgt gewoon heel veel subsidie. We krijgen miljoenen subsidie. En dat hebben ze daar op een hele rare manier berekenen ze dat al. Van, zeggen, ja, dat is een enorme milieutechnische schade en die moet de samenleving kosten. En dat is subsidie. Maar de samenleving die
Ten eerste is die milieuschade al niet te definiëren. Verder doet de overheid helemaal niks aan. Dus dat maakt al, dat staat helemaal nergens op. Maar, ja, en daar komt nog dat je in Nederland natuurlijk ook niet een fractie van de welvaart zou hebben als Gelder niet gevestigd zou zijn de afgelopen 100 jaar. Hè? Alles wat opgebouwd is gewoon direct afhankelijk geweest van Shell voor een groot deel. Dus om nou te zeggen, ja, we hebben maatschappelijke schade ondervonden. Denk ik nou volgens mij, het feit dat elke week hier een vuilniswagen voor de deur rijdt, dat heeft allemaal met Shell te maken hoor. Die hele samenleving is gebouwd op fossiele brandstof eigenlijk. Zonder fossiele brandstof. Zet iedereen maar aan het werk 50 kilometer van zijn woonplaats. En elke dag rijden ze heen en weer met een auto. En nemen ze onze olie af. Ja, ja, los daarvan, bijna alles wat je gebruikt. Ik bedoel, ik zit nu bijna alleen maar naar plastic te kijken. Hè? Zelfs het bureau is geplastificeerd. Ja, okay. En dat komt van fossiele brandstof vandaan. Ja. Of van olie. Maar ja, Je tandenborstel, je kam is meestal ook hard plastic. Mijn bril is hard plastic. Mijn toetsenbord. Een shampoo. Ja, alles. Dat is de waterleiding van binnen. Ja, anders had je allemaal roest. En wat denk je van al je medicatie? Hè? Alle dokters zijn helemaal gebrainwashed met voorschrijven van pillen die gebaseerd zijn op petroleum. Die zogenaamd, waarvan ze de symptomen bestrijden, maar niet de ziekte genezen. Helemaal, de hele samenleving is daarop ingericht. Ja. Het doet het nieuws wel goed. De aandelenkoers in ieder geval is met 5% gestegen deze week bijna op een bepaald moment. How dare you! Boven de €20 per aandeel. En omdat even, dat is in de historie een gemiddelde prijs, maar in de crash van COVID, om het zo maar even uit te drukken, ging dus de koers van $25 plus dollar naar €11,85. Heeft hij op zijn dieptepunt in die dingen gedaan. Ja. En toen daalde het nog een beetje door. In september, oktober vorig jaar stond het op een tientje. En nu staan we dus weer op €20. En het wordt goed ontvangen door de aandeelhouders. Maar gewoon. En toch zit die kernenergiewende zit er ook aan te komen. Ik begreep dat John Kerry had al bij COP26 even een onderrondje gehad met de, wat was het nou, Roemeense premier of zo. En er wordt een kerncentrale gebouwd ergens in Roemenië. En er is nog iets dat in het aandelenwereldje, om het zo maar te zeggen, en in de beursgenoteerde bedrijven, wordt het steeds belangrijker om een getal te inkomen. In jouw jaarlijkse rapportage willen steeds meer bedrijven een getal hebben voor hoe groen ze zijn. En de ESG-score. En dat doen ze omdat de investeerders in aandelen, dus pensioenfondsen, steeds meer waarde hechten aan die ESG-score. Omdat ze dus zeggen, ja nee, kijk, de maatschappij die wil een groene economie. En wij investeren namens de maatschappij, dus wij moeten rekening houden, ook al ben je geen winstgevend bedrijf, als jij een goede ESG-score hebt, dan gaan we toch investeren. En ook al ben jij een goed winstgevend... Ook al ben jij een goed winstgevend bedrijf met een slechte ESG-score, gaan we niet investeren. En Shell natuurlijk, van alle bedrijven en soorten bedrijven die er zijn, is het voor Shell natuurlijk heel lastig om een goede score daar te halen. En er komt ook nog bij door de rechtszaak van, hoe heet die club, in december 2019, Urenda, zijn dus alle assets ineens toxic op de balans van Shell. En als zij dus nu een nieuw olieplatform zouden willen gaan bouwen, lopen ze het risico dat er over 3 jaar bijvoorbeeld gezegd wordt, ja nee, omwille van het klimaatakkoord van Parijs, moeten we nou dit olieplatform weer sluiten. Dus daardoor kunnen ze heel moeilijk nieuwe dingen investeren. En zijn alle investeringen uit het verleden misschien helemaal niet waard, waarvoor ze nu op de balans staan, omdat ze naar verwachting niet zo lang kunnen renderen als dat er nu gerekend wordt. Mm-hmm. Dus dat is een hele hoop. Maar ik heb ook wel begrepen dat
als je kijkt naar de tabakbedrijven nadat die gedemoniseerd werden, dat tabak was vreselijke longkanker enzovoort en iedereen moest eruit stappen. Als je die eerste klap overslaat, zeg maar, dat geeft natuurlijk een klap. Als je er dan instapt, dan had je de best renderende aandeel gehad, had ik begrepen, voor die tabaksboeren. Je kreeg een hoog dividendrendement. Dus het is, het kan best wel eens een hele goede investering blijven. Want als je natuurlijk, als er niet geïnvesteerd wordt in olie, dan gaat de olieprijs enorm omhoog. Dan trekt gewoon Shell mee. Ook als ze geen nieuwe investeringen doen, dan hebben ze in ieder geval de bestaande voorraden, kunnen ze nog flink verdienen. Dus ik denk dat het best wel een goede investering zijn. Ondanks dat bijvoorbeeld ABP heeft nou aangegeven, wij stappen eruit. Wij doen helemaal niks meer met Shell. De hele Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, een van de grootste pensioenfondsen, denk ik, van de ambtenarenpensioenfondsen. Dus ik denk dat het best wel iets goeds is. Want wat er gebeurt, is dat Shell blijft dan een goed dividendrendement geven. ABP die zit allemaal in, weet ik veel, Facebook, Tesla, allemaal verliesgevende high-flying ESG bedrijven. Die natuurlijk geen enkele rendement opleveren, omdat iedereen daarin moet zitten. En als je dus zit in die en op een gegeven moment moeten ze toch rendement gaan halen. En dan komt er denk ik wel weer een smoes waarom ze toch die hoge dividend aandelen in moeten weer. Ja. Ik was trouwens vandaag bij een pensioenfonds. Ik zal even geen namen noemen, maar kennelijk hadden ze aandelen Shell of zo. Want ik kwam binnen en ik mocht niet naar binnen, want politie was er en noem maar op. Dan zaten daar binnen allemaal van die activisten. Die waren daar gewoon even daar gaan zitten. En liedjes aan het zingen en zo. Ja. Maar ze hadden wel een mondkapje op toch, Johan? Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik niet op gelet. Maar ze zaten met z'n allen ergens daar in de hal. Dat is trouwens een hele goede opmerking van Yoshi. Want ik zag ook... Ja. Dat was zo'n een klimaatdemonstratie ook. Daarin, op de Dam, geloof ik. Oké. Okay. En er was iemand die had zo'n bordje van neuk mij in mijn reet. Ja. En niet de planeet. Maar die gast had wel een mondkapje op. Hij was minder bang voor AIDS. Dat hij gewoon een AIDS-homo in zijn kont had. Dan zeg maar... Hè? Ja, als je dan een echte klimaatactivist bent. Hij heeft van één kant uitgevonden dat het een grote scam was. Als je een echte klimaatactivist bent, dan neuk je altijd zonder condoom. Hè? Want het plastic, dat is natuurlijk niet de discussie. Ja, eentje van geitenwolle sokken. Ja, maar dan kan het gaan... Het moet niet gaan broeden, in ieder geval. Hoezo niet? Dat moet voorkomen worden. Fijn, fijn. Hè? Dan weet die gozer, die vindt het lekker, joh. En anders dan hoor je het wel. Ja, dat zei Hugo de Jonge ook, hè. Van als een maatregel geen pijn doet, dan helpt hij niet. Nee, ja. Wat een lul. Ja. Zou het dan ook zijn, als het wel pijn doet, dat het dan automatisch helpt? Dat is ook zo. Ja, of als het geen pijn doet, dat helpt niet. Als het wel pijn, ja, of het dan automatisch helpt, ja, dat is de vraag. Ja, daar krijg je volgens mij dat verhaal van dat die mensen, die religieuze mensen, op een gegeven moment met zo'n geestel zo slaand over de straat lopen. Van, ja, als het pijn doet, dan werkt het. Inderdaad. Maakt niet uit wat je doet, als het maar pijn doet. Ik denk dat een beetje de gedachtegang is. Ja. Lucas richt de camera op zijn toetsenbord, wat kapot is. Ja, ik schrijf erbij een knopje. Overigens, mensen die luisteren, we hebben een chat, je kunt gewoon reageren, dan kijken we er af en toe naar. Iemand heeft in ieder geval lol gezegd in de chat. Dus, ja. Maar de timing is essentieel bij die opmerking, hè? Dus ik weet dan toch niet waar het over ging. Ik denk dat het over de geitenwolle sokkelstomtoog ging. Zo planten ze zich voort, hè, die geitenwolle sokken. Maar goed, ja. In principe zijn ze tegen kinderen, want dat raakt de planeet, dan moet de planeet van huilen van kinderen. Maar ja, dan gebruiken ze geitenwolle condoom en dan gaat het toch controle een beetje door. Ja, zolang je maar in je reet wordt geneukt, dan komen er ook geen kinderen. Dus ik denk dat het ook de boodschap was. Van mensen moeten zich... Je zoekt er toch een diepere betekenis achter. Hij was niet zo dom als het leek. Neuk niet in de kut, dan wordt de planeet niet flut. Neuk in de reet, en dan red je de planeet. Ik denk dat het hele idee is.
Het is wel zo dat hij met deze slogan er gewoon enorm aandacht heeft gekregen. Ja, inderdaad. Met zo'n groen links. Ja, dat was natuurlijk sowieso al veel media. Net zoals dat er veel mensen gevaccineerd zijn en dus besmet raken. Dan heb je op een gegeven moment ook veel besmette gevaccineerden. Jij hebt ook heel veel pers. Dus dan ben je ook snel al in de aandacht daar. Beetje hetzelfde idee. Ja, en wat me ook opvalt is dat bijvoorbeeld ook Russia Today, dat is dan, er wordt altijd genoemd de Russische staatspropagandazender, in tegenstelling tot NBC en zo. En dat NOS. Soort, NOS. NOS. Maar die gaan ook allemaal aandacht geven aan die CO2 en die klimaatdemonstraties. Dus dan zijn er weer vier mensen die schminken hun gezichten wit en die lopen met een rode jurk aan of zo. En dan gaat de RT daar ook een verslag van doen. En dat vind ik altijd zo raar, want die zou je zeggen, die zitten toch helemaal in de olie en gas. En die gaan dan al die flutdingetjes verslaan. Is het nou zo magnetisch dat je, als je vier mensen gesminkt ziet en met een raar uitgedost, dat je wel dat moet gaan verslaan of zo? Nou ja, als in Europa er geen fossiele brandstof meer mag zijn, omdat wij allemaal zo in dat klimaat geloven en zo, dan is dat voor Rusland niet erg als zij gewoon lekker doorgaan. Oh ja, ze moeten het verkopen. Ik heb het idee dat ze wel, ja, ze hebben af en toe wel eens een product nodig uit Europa. Ja. Als ze een Mercedes kopen, dan hebben ze toch wel een beetje de westerse valuta voor nodig. Ik denk dat zij vinden het prima om te handelen, maar het is andersom, gaat het nog wel moeilijk. Maar in de toekomst 2030, dan is er niks meer om te handelen natuurlijk. Ja. Want er gaat het volgende artikel over. Er werd er werd reclame gemaakt in het blad Forbes. Welkom bij 2030. Ik bezit niks, heb geen privacy en het leven is nog nooit zo goed geweest. Ja, welkom bij de natte droom van Klaus Schwab. Ja, maar hoe goed wij het leven vinden, dat wordt ook bepaald door het wereldeconomische vorm. Ja. Het is niet dat je kan het zelf verschrikkelijk vinden, maar toch word je geacht dat je gelukkig bent. Ja. Laat dat denken maar aan ons over en het geluksgevoel. En het eigenaar zijn. Het hele verhaal wat zij natuurlijk beweren in dat rapport is dat je hebt geen auto meer nodig, want je rijdt met een Uber bijvoorbeeld. En je hebt geen hotel nodig, want je gebruikt Airbnb. Dus sharing. En je hebt eigenlijk helemaal geen bezit meer nodig. Want je kan gewoon alles op elk moment krijgen wat je nodig hebt. Maar het punt is natuurlijk dat die Uber-chauffeur, die heeft nog steeds wel een auto. In dit verhaal. En die Airbnb, dus nog steeds een huiseigenaar die de Airbnb slijt. Ik denk dat waar het meer naartoe gaat, is dat centrale banken kopen gewoon alles op. Dus ze blijven gewoon geld drukken en ze kopen alle assets op. In Japan is dat natuurlijk al heel ver gegaan, waar ze ook 70% van alle ETF's bezitten, de centrale bank. En het is eigenlijk communisme via de achterdeur. De means of production zijn eigendom van de staat, maar dit is een manier eigenlijk door steeds geld te drukken en alles op te kopen van de beurzen, dan kopen zij gewoon alle productiemiddelen. Ja, maar die Uber-chauffeur, die leased een auto. Dus die is ook niet van hem. En die Airbnb... Maar dan leased hij hem weer ergens anders van een bedrijf die daar al eigenaar van is. Ja, of maar uiteindelijk heb je staatsbedrijven. Uiteindelijk is iemand eigenaar. Dat is natuurlijk altijd het verhaal bij communisme. Is de staat de eigenaar van alles? En daar willen zij denk ik wel naartoe. Ja. Maar precies. Maar je kan ook dat een bank eigenaar is van huizen of zo. En dat de bank eigenlijk gewoon semi-overheid wordt ook. Of is al. Ja, nee, ik denk dat zoiets. Dat bij communisme was het natuurlijk heel expliciet van alles was gewoon van de overheid. Bij fascisme is het altijd wat ingewikkelder. Dan is het formeel eigendom van de corporations. En de corporations die worden dan heel streng gereguleerd door een overheid. Dus de echte controle ligt dan toch bij de overheid. En ik denk dat veel populairder is vandaag de dag om een soort indirect model te maken. Waarbij jij nog steeds het idee hebt van nou, het is mijn huis. Want ik heb het gekocht en ik kan het verkopen. Maar als jij een tuinhuisje wilt neerzetten, dan krijg je er geen vergunning voor. En als je de verwarming wil veranderen of een dakkapel erop, dan moet je ook een toestemming vragen enzovoort. Ja, dus maar het is eigenlijk jouw huis. Misschien is de overheid nu ook wel gedeeltelijk neergezet weer door de corporations. Of door de grote banken, centrale banken, die ook weer een hybride zijn. Ik bedoel, net als Biden of zo, is dat dan overheid of is hij daar neergezet door
En ja, dat lijkt me meer een beetje een soort acteur van die poppetjes die... Ja. Die deep state, die draait gewoon door. Maakt niet uit wie je er aan de top zet. Maar het maakt echt niet zo uit wie dat dan is. Wie de de facto eigenaar wordt. Want die mensen willen vaak anoniem blijven. Die willen helemaal niet in de kijker staan. Die schrijven gewoon een poppetje naar voren. Wat ze ook zo kunnen verwijderen als die uit de smaak valt. Dan hebben ze weer een ander poppetje. Maar ik denk dat het er meer om gaat. De echte eigenaars die ervoor gewerkt hebben, dat zijn de eigenaars niet meer. Oké. Maar het is wel vergelijkbaar met communisme, maar niet met de Sovjet-Unie communisme. Dus het is inderdaad... Nee, maar alleen in de formele zin. Ja. Zeg maar dat in de informele zin is het nog steeds een groepje mensen, is overal eigenaar van. En die hebben daar niet omdat ze er hard voor gewerkt hebben, omdat ze het vrijwillig verkregen hebben. Maar uiteindelijk via geweld. Want als centrale banken geld drukken, dat kunnen ze alleen doen omdat zij een monopolie hebben dat met geweld verdedigd is, met staatsgeweld. Want anders zou iedereen geld kunnen gaan drukken en dan zou het zo niks meer waard zijn. Maar zij kunnen dus alles opkopen omdat ze zo'n gelddrukmonopolie hebben. En ja, daarmee is hun uiteindelijke bezit is gestolen. Ja, maar je ziet er ook in grote steden en zo, bijvoorbeeld Sint-Petersburg heb ik wel eens gehoord, dat gewoon hele wijken eigenlijk gekocht worden. Hele delen van steden worden gewoon gekocht. Nederland ook, door van die hedge funds en investeringsmaatschappijen en zo. Maar ja, die zitten ook allemaal onder die ESG-plak bijvoorbeeld. Dus ja, die moeten ook allemaal aan die randvoorwaarden. Het is ontzettend krachtig als jij de randvoorwaarden kan neerzetten. Dan kan je gewoon zo'n heel bedrijf als Shell buiten boord zetten. Nee, maar dat bedoel ik met die Airbnb. Die komt dan eigenlijk ook gewoon uiteindelijk dan in zo'n huis wat dan gewoon opgekocht is door die grote jongens, grote investeringsmaatschappijen, door BlackRock of weet ik veel, wie het ook maar zijn. Ja, BlackRock is daar ook zo'n voorbeeld van inderdaad. Ja. Die zitten dat ook enorm te pushen, dit soort dingen. En over ESG gesproken. Het volgende artikel gaat er toevallig over. Kapitalisme 2.0. Ja, daar zijn ze mee gekomen. En er zat nog een subkop bij. Even kijken, ik had hem even in het Nederlands. Oh, dat gelul van PwC. Maar nog even één ding over dat artikel. Dat één ding over dat artikel, eigenlijk staat er gewoon we own everything. Want het is nog wel een klein... Ja. Jij bent een slaaf. Ja. Wees blij met je... You own nothing betekent we own everything. En het idee daarachter is ook altijd van... Ja, als de gewone mensen hun eigen eigendommen bezitten... dan krijg je alleen maar conflict en strijd over. Zoals één partij alles bezit, dan heb je die strijd niet meer, want die ene partij bezit alles. Maar daarom moet die middenklasse, die moeten zo kapot, want die hebben nog allemaal dingen. Ja, ja. Ja. En dat gebeurt ook altijd. Ja. Yep. Maar gelukkig komt kapitalisme 2.0 eraan. Ja, en als je denkt dat het een... Ja, en het einde van het huidige kapitalisme ook. Ja, en als je denkt dat het een vooruitgang is, subkop luidt als volgt. Bijdrage aan mens, maatschappij en milieu bepalen voortaan het bestaan rechts van organisaties. Ja. Ja, dit vindt Deloitte gewoon prachtig, want die consultantjes bij Deloitte of bij PwC, die worden helemaal warm van de gedachte dat ze gewoon weer een of ander maakbare maatschappij naar eigen zin kunnen inrichten en daarbij ook een hoop compliance controls zullen hebben, zodat bedrijven ook weer gretig zullen aankloppen bij PwC, Deloitte en dat soort bedrijven, om gewoon aan te kunnen tonen dat zij kapitalisme 2.0 compliant zijn. Dus die zijn daar heel enthousiast over, logischerwijs. En dat, ja, ik walg eigenlijk best wel van, ik vind het... Er werken leuke vrouwen. Maar van die boomknuffelmeisjes. Ik vind dit echt walgelijke bedrijven. En zij dit loopt te pushen en te lobbyen. En dat is natuurlijk ook als jij, als bedrijf moet aangeven wat jij dit jaar gedaan hebt aan energiebezuiniging. Of aan minder waterverbruik of zo. Daar moet je allemaal een rapport over schrijven tegenwoordig als bedrijf. Ja, dan ga je inderdaad allemaal naar die PricewaterhouseCoopers toe om te zeggen, help mij hier doorheen. Ja. En die schrijven daar hele dikke, en die hebben
Ja, eigenlijk een soort standaard verhalen voor. Zeg maar niet, nou, je draait hier een ander ledlampje in en dan kunnen we dat erop schrijven. En nou, ja, dan ben je weer een paar duizend euro verder. En dan heb je een rapportje waarmee je weer een jaartje zaken mag doen. Ja, en ook die ESG-criteria kan bereiken. Hmm. Maar ja, ik vond dit dus een aansprekend artikel, omdat dit dus ook wel weer... ik bedoel, er wordt ook gezegd van ja, Glasgow, en er is weer veel afgesproken. Ja, die gasten zitten er gewoon bovenop. En die zitten die politici gewoon een beetje te pushen om nog even net een commitment verder, een stapje verder, een commitment te vragen om daar gewoon zelf geld aan te gaan verdienen. En de eerste keer dat ik dat zag, dat was met een bedrijf wat we hadden ingehuurd om onze GDPR compliance te gaan... daar te adviseren. Nou, achteraf het gewoon zelf kunnen, maar... en dat bedrijf had dus ook gewoon daadwerkelijk in Brussel meegelobbyd om de inhoud op een bepaalde manier te krijgen. Ja, die zitten ook gewoon op basis van dit soort initiatieven ook weer met allerlei mensen in Den Haag en Brussel die het ook gewoon super interessant vinden om dit soort beleid te maken en los te laten op de onderdanen. En ja, hier noemen ze dan kapitalisme 2.0. Ja, de wet van vraag en aanbod die blijft gewoon hetzelfde. Dus daar gaat echt niks aan veranderen. En dit is gewoon eigenlijk niet kapitalisme 2.0 of kapitalisme. Dit is gewoon een nog verdere, meer grip van de overheid op wat bedrijven doen. En ze weten ook niet eens wat kapitalisme is, hè? Want dan staat er dat het BNP niet verder kan groeien. Ja, dat heeft helemaal niks met kapitalisme te maken. Dat BNP kan je laten groeien door heel veel geld te drukken bijvoorbeeld. Dan lijkt het net op de inflatie te onderschrijven. Ah, ze hebben ook de definitie veranderd. Ja. Dat was een tijdje terug een discussie. En nou ja, dat zeg ik, ja, het is geen kapitalisme, want kapitalisme is dit en dat en dat. Kijk maar in het woordenboek. Nou ja, het keek iemand in het woordenboek, maar toen zag ik, ja, de definitie is de laatste jaren gewoon veranderd. Het is niet meer... wat wij vroeger op school deden. Net zoals alle definities toch wel zijn veranderd. Hè? Daar heeft Orwell ook een mooie quote over gegeven. Okay, ik zal ondertussen even opzoeken hoe die... Ja. Maar ondertussen kan ik wel het volgende nieuwsbericht alvast aankondigen. Oh, je hebt hem hier. Ik heb hem al hier. Ik heb hem hier al. This is Orwell. Every record has been destroyed or falsified. Every book has been rewritten. Every picture has been repainted. Every statue and street building has been renamed. Every date has been altered. History has stopped. Nothing exists except the endless present in which the party is always right. En dat zie je eigenlijk ook met die standbeelden onderuit halen. Allemaal nieuwe definities overal van. Alles verandert de hele tijd, zodat de party altijd gelijk heeft. Oh, u zegt dat het geen vaccin is. Wij veranderen de definitie van vaccin. En nu is het wel een vaccin. De party heeft weer gelijk. Het is prachtig dat zo lang geleden al zoiets beschreven is. En dat het gewoon keer op keer gewoon weer zich herhaalt volgens een vast patrona. Ja. Maar na meelwormen, nu ook sprinkhanen op het menu. Ja, toegestaan als hapje lekker in de EU. Mm. En stevia is nog steeds verboden. Ja. Ja, het hele idee is natuurlijk dat door de inflatie de voedselprijzen omhoog gaan. Maar maak je geen zorgen, je mag meelwormen eten en straks ook sprinkhanen. Mocht je dat eerst niet eten dan? Dan... You will be happy. Het is nou toegestaan door de EU. Als het niet toegestaan is door de EU, dan mag het als je elke keer zo'n vlieg in je mond krijgt als je aan het fietsen bent, dan ben je eigenlijk een overtreding. Dus eigenlijk een overtreding, ja. Dat was nog niet toegestaan door de EU. Zijn de European Food Safety Agencies, EFSA, richtlijnen voor zogeheten novel foods. Daarbij wordt onderzocht of andere dan traditionele voedingsmiddelen geschikt zijn voor consumptie. Sprinkhanen mogen bevroren, gedroogd en in poedervorm gebruikt worden in voeding. In de bevroren en de gedroogde vorm moeten de pootjes en vleugels wel worden verwijderd door de producent, al dus EC, om darmverstoppingen te voorkomen.
Okay. Oh, wat denken ze toch altijd goed over ons? Hè? Van, over ons... Bij de meelwormen ging het Europese toestemming voor vermenging met menselijk voedsel. Wat moet ik daarbij denken? Is het formale mens of zo? Je moet er heel goed op letten tegenwoordig. Maar wist je gewoon dat er gewoon mensenhaar in brood zit? Ja, nou, dat wordt wel verwerkt. Die Chinezen doen dat. Ja. En toen heb ik een tijdje geen brood meer gegeten, want ik vond het zo fucking goor. Toen ben ik overgestapt naar roggebrood. Ik zweer dat het waar is. Want ik heb het gezien hoe ze dat doen. Ja, het gaat om een bepaald stofje dat een elasticiteit bewaart van brood, dat het niet gelijk droog wordt en keihard. Ja, en ook maar je kunt het ook uit eneveren. Je kunt het ook uit eneveren maken. Ja. Dus het wordt gebruikt. Ik ben het stofje vergeten. Maar ze gebruiken eendveren en mensenhaar. En daarvoor werd nog varkenshaar gebruikt, maar dat is te duur waarschijnlijk. Ja, maar al dat vieze, smerige, gore mensenhaar van de Chinezen, dat ligt dan op de grond. Er zijn al heel veel vrouwen bezig aan de band die dan al dat tabak en de sigarettenpeuken nog even eruit halen. Anders zit dat er ook nog in. Dat zie je er echt fucking in. Ja, het is gewoon echt zo goor. Maar ja, kijk, uiteindelijk het stofje waar het om gaat, als het verwerkt is, dat is gewoon een normaal stof. En gelukkig in roggebrood is zo donker dat je het gewoon niet kan zien. Dus waarom denk fijn. Je dat roggebrood zo donker is? Nou, ik weet niet of daar... nee, ik had volgens mij wel uitgezocht dat het bij roggebrood er niet in zat. Want ja, het is ook een psychisch iets. En het is ook een zwakte van me. Ik geef het toe. En ik vreet nu wel weer brood. Ja, fuck it gewoon. Maar het was echt zo'n smeer. Die documentaire, het was zo goor. Ik raad het iedereen af om hem te kijken gewoon. Het is bijna met elk voedsel, toch? Ik denk dat, met vlees is het ook zo. Als je laat zien hoe beesten geslacht worden, dan ben je ook weer 2 weken vegetariër tot je lichaam zegt na. Je ziet hoeveel leed die koeien hebben vanwege omdat we onze behoefte aan melk. Ja, dan ga je de vegetariër wel begrijpen, hoor. Ja. Ja, nou, ik koop wel biologisch, ik koop wel scharrel shit en zo. Ah, okay. Omdat ik heb toch zoiets van, ja, het zijn geen planten, het zijn dieren, het zijn levende wezens, dus dan betaal ik gewoon wat meer. Ja. Ik doe met je mee. Ja. Oké, ik wil alleen nog maar foie gras van een gans die een goed leven heeft gehad. Dat laatste paar uur, daar hebben we het niet over. Je moet gewoon zelf zo'n gans in huis nemen. Ja, en dan zelf met een stok de eten door de strot douwen. Nee, gewoon gezellig met zo'n gans leven. En als hij dan doodgaat, dan eet je zijn leven zo. Maar ik denk dat het hele verhaal van dit insecten eten, hele insecten eten verhaal is, denk ik, valt in het patroon van, we gaan armoede cool maken. Dus ja, jij op een gegeven moment ben je gewoon trots dat je niet meer op buitenlandse vakantie gaat of met een vliegtuig en dat je op je baboefiets alleen nog maar het dorp rondrijdt, omdat je eigenlijk nergens meer naartoe moet. En nergens meer naartoe mag. Maar je gaat dat zeg maar verkopen als een soort keuze om het milieu te beschermen en de planeet te redden. Ja. En dan kun je dus armoede, er is geen inflatie. Ja, die biefstuk kost wel €600, maar niemand koopt biefstuk meer, want men vindt biefstuk eten walgelijk. Ja. Men neemt synthetisch vlees of zo. Dan kan je dus de hele inflatie kan je weer voor een hele klap verhullen. Dat heb ik ook al bij een tiny house, weet je wel? Dat is dan cool. Ja. Maar een tiny house is kut. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon helemaal geen... Weet je wel, je kunt je shit niet kwijt. En je hebt weinig ruimte. Dat is gewoon kut. Je gaat maar niet vertellen... De bedoeling is dat je niks hebt. Wel kut. Dat je niks hebt. Ja, en dan kunnen... Weet je, dat is dan zelf... Ja, je moet niks hebben. Dan is zo'n tiny house daar heel goed bij. Wat zeggen ze? Consumeren? Dat is ook zo'n term. Bij jou? Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf gek genoeg niet zo materialistisch. Maar als ik iets nodig heb, dan wil ik het gewoon direct. Direct, weet je wel? Nu, weet je wel? Dus, het is helemaal niet cool om het dan niet te hebben. Als je het nodig hebt. Ik wil het hebben gewoon. Daarom haat ik het ook zo dat er niet essentiële winkels bestaan. Weet je wel? Als ik een spijker nodig heb of een schroef. Dan is het die schroef voor mij direct super essentieel. Weet je wel? En als die winkel dan dicht gaat. Dan ga ik gewoon 's nachts winkelen. Weet je wel? Dat is ook goedkoper. Ik ben er helemaal zat van. Gewoon. Kut gewoon. Overigens, ik was even wat dingen aan het doen. Maar er staat hier, als het in de kop staat. Wat hadden wij geschreven?
Ja, en hier in de kop. Na meelwormen nu ook sprinkhanen toegestaan als hapje in de EU. Ik heb er even de naam bij gezocht. In La Cubanita in Roosendaal heb ik, nou, ik denk toch zeker 10 jaar geleden, sprinkhanen gegeten. Okay. Dus het is altijd dat het niet toegestaan was in het verleden. Dat, heeft hem er niet van weerhouden. Ja. Die stonden gewoon op de menukaart. En ja, ik heb het een keertje geprobeerd. Was het lekker? Nou, het meest weerzinwekkende eraan is het aanbeeld en jouw eigen reactie daarop, zeg maar. Dat je dus, net als dat die foto hier, hè, zo'n ding heeft ogen en pootjes. En dan ben je, ja, maar ja, aan de andere kant, we hebben allemaal toch wel eens garnaal gegeten. Als je er een beetje zout op doet, is het, ja precies, het is gewoon een soort garnaal. Het is een landgarnaal inderdaad. Garnaal is, ja, en het zijn ook, ja, garnaal is een goeie. Alleen een garnaal is, dit is wel iets knapperiger. Dus het is meer chips. Oké. Okay. Garnaal. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan tijdens zo'n bedrijfsuitje. Okay. Sorry. Maar het zijn wel pokkenbeesten. Lucas? Nee, pokkenbeesten hoorde ik ook. Maar ik heb het tijdens een bedrijfsuitje een keer gedaan. En, maar dat was ook omdat er allemaal lekkere wijven zaten te kijken van kantoor. En dan doe je wel even gewoon Casanova. Je helpt uit, hoor. Nee, maar een koe doet in wezen niks fout, weet je wel. En die slag je niet, vreet je op. En dan zou je sneu kunnen vinden. Maar die sprinkhanen, die eten hele oosten op en zo. Dat is gewoon echt niet, het zijn gewoon plaagbeesten. En wezen toch? Uh-huh. Of niet? Behoorlijk, ja. En ze vreten oogsten op, dus ja. Toch denk ik, als je ze allemaal zou uitroeien, zou je ontdekken dat ze toch ook wel ergens iets in evenwicht hielden. Ja, maar dat zei een boswachter ook een keer tegen mij. Van, die zei van, want ik zei van, die muggen, dat ik haat muggen. En waar heb je die kutbeesten eigenlijk voor nodig? En toen zei die boswachter van, die staan, ho. Die staan onderaan de voedselketen. Nou, ik zei, volgens mij denken die muggen dat ik onderaan de voedselketen sta. Dus dat hadden we ook. Ja. Cool. Er zijn inderdaad een hoop beesten die van muggen leven. Dus, Maar na 51 jaar stopt Evert, 65. Oké, die is al vroeg mee begonnen. Het wordt tijd. Ja, het wordt tijd. Die is op zijn 14e begonnen. En met de verkoop van vuurwerk. Op deze manier is het niet meer, niet leuk meer. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk kan de regulering altijd tot een niveau opgevoerd worden dat er marginaal iemand zegt van ja, ik ben toch 65, weet je wat, hier heb ik helemaal geen zin meer in, bekijk het maar. Ja, precies, de blokker neemt het graag van hem over, of de intratuin, of hoe heet het allemaal. Nee, ik weet het niet meer, maar ik ben het al. Nee, totdat het helemaal verboden is, dat puur. Dan lijkt het me wel naartoe te gaan. Een soort culturele revolutie, hè? Ja, maar dan wordt het allemaal zwarte markt. Want ik hoor hier nu al vuurwerk knallen. Dus dat is al, dat komt al ergens vandaan. Ik weet niet, dat komt toch binnen. Wel, hier in Servië is het elke week vuurwerk tegenwoordig. Elke donderdagavond om 7 uur. Of is het een vrijdag? Ik weet het niet. Maar elke week vuurwerk. Altijd wat te vieren. Ja. Ik weet het niet precies. Ik houd er eigenlijk. Ja, of zijn dat de grenswachters die op elkaar schieten? Nee, het is niet altijd. Nee, ze zijn niet best aardig tegen elkaar. Nee, toen ik hier kwam wonen, toen was dat nog niet zo. Dat is echt pas sinds een paar maanden dat het elke keer. Ja, vuurwerk. Ik weet ook niet. Ik zou het eens moeten vragen eigenlijk. Ja, als het allemaal ondergronds wordt, dat vuurwerk, kun je ook weer gewoon lawinepaarden verkopen. Dat kan toch nog steeds? Ja, ik woonde in Breda, dus ja, maar voor mij was het een half uurtje naar België. En wij hadden altijd gewoon, we reden langs de ene weg heen en de andere weg terug. En dat was eigenlijk nooit zo'n punt. Ik heb nog op een internationale trein gewerkt. Tegen oud en nieuw zaten die hele keukens van de trein vol met vuurwerk uit België. En ik hielp de conducteur nog mee met het uitladen in Rotterdam. Ja, maar afgelopen oud en nieuw zag je ook gewoon het vuurwerk dat er was, want het werd niet verkocht in de normale winkels, was ook gewoon dat Duitse, dat Poolse spul.
knalt gewoon veel beter. Je hebt er veel mooier vuurwerk door. En het duurt ook niet te lang. Ik bedoel, na een half uur is iedereen wel uitgeknald. En ja, dat was op zich wel heel prettig. Afgelopen oud en nieuw Patatfest. Veel mooier vuurwerk in de lucht. Dus pleidooi voor bieden. Bijna. Waaruit ja, maar dat doen ook dingen zo. Zeg maar, dat je dan persoonlijk denkt van ja, ik heb ook een broertje dood aan vuurwerk eigenlijk. Ja. Dus dan, maar ja, dan wil ik het toch niet gaan verbieden. Ondanks dat het dat in dat aspect, dat het bij het leven dan misschien plezieriger zou maken. Want je zit altijd met het probleem dat iemand anders zegt, ja, en ik heb een hekel aan honden. En ja, en ik ben een hekel aan katten. Laten we dat maar verbieden. Want dat maakt echt mijn leven beter als er geen katten meer zijn. En zo, en dan zo zwermt dat. En er is geen enkele morele verdediging tegen dat soort dingen. Als je eenmaal voor jouw zaak daarin meegaat, dan wordt uiteindelijk is er één iemand die overal eigenaar van is en die alles verbiedt. Ja, ik gebruik dat argument van ik heb een hekel aan honden ook altijd om juist om in de dorps Facebookgroep het vuurwerk te vergoeilijken. Een heel bekend argument. Ja, ik vind dat vuurwerk afsteken vind ik gewoon niks, maar ik heb zo'n hekel aan die honden. Die wil ik wel eens een keer terugpakken, één keer per jaar. Nou, persoonlijk, mijn mening altijd is eigenlijk, want kijk, we hebben maar één datum eigenlijk in het jaar dat vuurwerk dan mag, weet je wel. En dan zie je ook iedereen helemaal losgaan. Maar als je zegt van, nou ja, vuurwerk mag 365 dagen per jaar. Ja, dan zul je vanzelf zien dat er veel minder afgestoken wordt. Ik kan morgen kan ik naar de winkel gaan, kan ik een lawinepijl kopen en steek hem s'avonds af. Deze niemand die er wakker van ligt. Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat het niet te dicht bij gebouwen mag. Misschien, ik weet het trouwens niet. Ik zou het niet weten, joh. Nee. Maar heel veel mensen die, als je dan een trouwerij hebt, dan doen ze vuurwerk. Maar ik had vroeger een vriend in Frankrijk wonen. En nou ja, het is nu wel dat meer omdat het wereldwijd wordt het allemaal met oud en nieuw wordt dat allemaal beelden van de grote wereldsteden getoond. En daardoor doet Parijs nu ook mee met vuurwerk. Maar vroeger was het zo. Oh, iemand heeft echt een enorme bakkeruis trouwens. Maar in ieder geval, het is de laatste tijd wel veranderd, maar ik heb het nu over 20 jaar geleden of zo. Hij woonde toen in Parijs en het oud en nieuw was het, ja, er werd even bij de Eiffeltoren wat vuurwerk afgestoken en that's it, weet je wel. En bij wat barretjes waar internationaal publiek kwam, daar zag je nog wat champagnefles op de grond liggen. Maar voor de rest was het gewoon een dag als alle andere dagen. Maar met 14 juliet, de onafhankelijkheidsdag, daar werd gewoon flink uitgepakt met vuurwerk. Maar je kon daar gewoon het hele jaar door vuurwerk afsteken en niemand zei er wat van. Sterker nog, als iemand jarig was, staken ze wel eens een vuurpijl af. Ja, in de tuin, weet je wel. Ja. Nou ja, dat is hier al elke keer. Maar er staat geen vuurwerkverbod, dus dat wilde ik even zeggen. Dus dat is een beetje, ja, als je het gewoon helemaal vrij laat, dan, ja. Ja, het punt is dat je met zo'n, ja, er zit een grijs gebied tussen verbod en gewoon zo reguleren. Want je kan altijd blijven zeggen, nee, er is niks verboden. Net zoals Bitcoin, dat is ook niet verboden. Nou ja, die exchanges die worden gewoon gereguleerd, maar we willen toch geen chaos. En dan maak je de regulering maak je op een gegeven moment zo vreselijk dat de ene naar de andere eruit stapt. En eigenlijk is het dan een verbod zonder dat het een verbod heet. Want ze kunnen nog steeds van, nee, het is mogelijk, maar ja, je moet je wel aan alle regels houden. Ja, ja. Ja. Maar kijk, ja, we moeten eigenlijk wel verder, want we hebben nog een hoop berichten en het is al best wel laat. Ik wil jullie trouwens ook nog wel het verhaal vertellen van mijn, ik was naar zo'n participatieverklaringsondertekening geweest vanwege Lina, die moest voor inburgeren, moest een participatieverklaring tekenen. En dat is wel, op zich is dat wel een leuk verhaal. Ik weet niet of het op de tijd voor is. Dus, ik ging daar naartoe. En dan krijg je natuurlijk continu te horen over artikel 1 van de grondwet en over hoeveel vrijheid er wel is in Nederland en dat er niet gediscrimineerd mag worden. En dan krijg je ook dit soort stickers krijg je dan mee. Ik weet niet of ik dat, kan ik dat zo laten zien? Ziet iemand dat toch? Ja, net een beetje. Door de achtergrond valt het weg. Ja, het valt een beetje weg, ja. Nee, nou zien we wat.
Je moet je achtergrond moet je even niet op die greenscreen zetten. En ja, dan, maar, anders... in ieder geval, dus het idee is wel duidelijk. Het is een sticker. Ja, er staat op van verboden voor mensen met brede schouders. Zo dom is discrimineren. Verboden voor mensen uit een dorp. Verboden voor mensen die selfies maken. Verboden voor mensen die Tim heten. Verboden voor mensen met lenzen. Verboden voor high fives. Verboden voor 19-jarigen. Verboden voor vrolijke mensen. Zo dom is discriminatie. Maar dan kom je eraan en wij hadden geen QR-code. Dus de eerste vraag die je daar komt als je dan naar binnen gaat bij die bijeenkomst. Dus ja, QR-code graag. Ja, die hebben we niet. Wel gevaccineerd? Nee, ook niet. Maar wel getest dan? Nee, ook niet. liet je toen die sticker zien? Hey, want je weet ook dat het in hun belang is. En zij moeten dat, want je moet €150 betalen om die participatieverklaring te ondertekenen. Die je moet ondertekenen eigenlijk. En dan zie je zo kijken van ja shit, wat nou hè. En nou ja, afstand houden dan maar. Dan moet je toch gewoon naar binnen gelaten. Want het is natuurlijk te lullig om te zeggen van ja, je gaat stickers uitdelen van verboden voor mensen met brede schouders. En dat zo dom is. En dat je zo, ja, wij hebben geen QR-code. Ja, flikker maar op. Ja. Dan kunnen ze het dan niet maken. En dat is case. Dat is het mooie eraan, dat je ziet het gewoon door merg en been gaan. En dan komt er ook, en dan als ze dan zeggen van oké, dan maar afstand houden, loop maar door. En dan de volgende die staat ernaast en ze zeggen QR-code alsjeblieft. Maar dat is natuurlijk, die heeft dan ook het idee van ja, maar waar zou ik een QR-code laten zien, want die komt toch op. Maar er waren een aantal mooie van die mooie uitspraken bij Mustafa. Die gaat je dan uitleggen hoe het is om Nederlander te zijn. En dan, iedereen in Nederland heeft gelijke rechten. Oh! Nog gevaccineerd ook? Dat staat er dan op zijn slide. Ja, dus dan heb je gelijk van, dus ik mag ook een lockdown afkondigen. Of opheffen. Want we hebben toch allemaal gelijke rechten. Ja, en het gaat van het ene in het andere belachelijke ding. En dan ook, stond er in Nederland, mag je doen wat je wil. En dan eigenlijk wil je zo je hand opsteken. Betekent dat ik ook bijvoorbeeld naar een restaurant mag? Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Het was gewoon één grote farce. Die hele presentatie was over hoeveel vrijheid er was. En je mag er allemaal niks meer van. Dus het is wel hilarisch. Helaas moest ik weg, want Jana begon te huilen. En ik hoorde ook van Aline dat er aan het eind gewoon helemaal geen vragen werden gesteld door die mensen. En dat is niet omdat er geen vragen zijn. Want mensen vragen ze druk of van nou, het klopt helemaal niet met wat ik waarneem. Maar ik denk maar dat... moest ze huilen voor jou? Ja, nou nee, mijn dochtertje, die is gewoon 1 jaar, dus die gaat af en toe gewoon, misschien moest ze van Mustafa wel uit. Ik denk dat van die verhalen die ze hoorden, dat ze, dus ja, het is ook, iedereen zit te luisteren, dus als ze dan begint te praten ook, dan moet je wel weggaan eigenlijk. Ja, maar anders had ik wel wat vragen willen stellen, was ik die annoying figuur geweest die zegt van wat gebeurt als ik die €150 niet betaal? Dan ga ik dan naar de gevangenis toe. Hoort dat bij die vrijheid en zo hier? Ja, je kan ze gewoon helemaal... Het is maar goed dat ze gingen huilen. Het is maar goed dat ze gingen huilen. Ja, die vent is echt gered door de bel. Maar ik kan natuurlijk ook voor de rest niks meedoen. Maar het moet toch beschamend zijn om zo'n verhaal op te hangen in deze tijden. Terwijl het gewoon één grote... Nederland is een rechtsstaat, werd er dan ook gezegd. Dat was gewoon één tenenkrommende uitspraak naar de andere. Maar die mensen die daar zitten, die willen gewoon een verblijfsvergunning hebben. Dus die gaan niet moeilijk lopen doen. Die komen ook, vaak uit een dictatuur die nog erger is. Dus die hebben zoiets van... Nog een roman. Dus dat is allemaal wel te begrijpen. Maar ik zat daar natuurlijk als losse vodder. Dus ik had daar een mooie beschamende show van kunnen maken. Als ik, en gewoon alleen door vragen te stellen. Hè, want, maar ik lees trouwens hier onderaan nog, Johan, dit bericht wat jij hebt toegestuurd. Ja, ja, ja. Van, in deze onzekere tijden is de behoefte aan betrouwbare informatie minstens zo groot als ontspanning. Het AD...
Het grootste multimedia nieuwswerk van Nederland biedt deze unieke combinatie als geen ander. Want bij het AD is het glas altijd halfvol. En wordt er zonder poespas, maar altijd met fatsoen geschreven. Want wij zijn de krant voor de mensen die mee willen doen. In plaats van langs de zijlijn staan te schreeuwen. Dus ja. Ja, onthoud die naam. AD. Maar er is er ook een krant voor mensen die langs de zijlijn staan te schreeuwen? Ik denk dat meedoen in hun opzicht is meedoen met Den Haag. Dus wij doen mee met de meelopers. Wij zijn de krant voor de meelopers. En van de kolenbars. NSB. Wij doen tenminste mee van de NSB. Het is wij staan niet langs de zijlijn te schreeuwen als het verzet. Nee, wij doen mee met de NSB. Wij zijn de nieuwe wetse volk en vaderland voor de mensen die meedoen. Maar mensen die keurig meedoen op 1 even kijken hoor. Ik denk op 1 maart. Ik denk van hè, dus op 1 maart. Nee, sorry. Op 1 is een programma. En die maakt een uitzending in het UMC. Kijk hoor, mensen die denken dat je groen wordt van het vaccin, kun je niet bereiken. Daar gaan ze nu al vanuit. Ja. Ja, dit is weer zo'n verhaal van je gaat je tegenstander, ga je niet steelmannen, maar je gaat hem strawmannen. Als jij je tegenstander steelmant, dan ga je eigenlijk zeggen, ik ga zijn standpunt zo goed mogelijk verwoorden. Ik ga het sterkste standpunt dat hij heeft, ga ik proberen goed onder woorden te brengen en dan ga ik dat aanvallen. Maar strawman is van, ik ga eigenlijk een persiflage maken. Ik ga het domste standpunt eruit halen. Want mijn tegenstanders geloven dat de aarde plat is. En dan ga ik daarop inhakken. En dat is hier eigenlijk ook. Hier zeggen ze, mensen die denken dat je groen wordt van het vaccin, kun je niet bereiken. Dus eigenlijk gaan ze zeggen, nou, die mensen die tegen het vaccin zijn, die zijn allemaal knettergek. Maar zijn die mensen er ook of is dit gewoon verzonnen? Ja, ik denk dat in veel gevallen dat ze zelf ook zo'n figuur in het leven roepen. Dat ze gewoon naar een forum gaan en de een of andere maloot schrijft er iets op en die andere journalist die vindt dat vallen. Schrijven ze zelf onder een anonieme account van Wappie41. Precies. Ik denk dat ik groen word als ik een gifspuit krijg. Nou, en dan hebben ze hun bewijs. Nou, ik zit echt op welke... Echt op elke wappie site die er bestaat. En dat is gewoon. En dat doe ik alleen maar om als het gewoon. Ja, als tegenvraag. Heb je deze uitzending ook gedeeld daar? Nee, dat lukte me niet. Dus ik heb het gewoon op Wappieland een paar keer gedaan. Maar Wappieland valt eigenlijk wel, ondanks de naam, valt het eigenlijk heel erg mee. Maar je hebt gewoon websites waar ze gewoon van overtuigd zijn dat. Dat zeg maar Rutte baby's eet voor ontbijt. Weet je wel, nadat die satanische ritueel. En ik kan het ook niet bewijzen dat het niet zo is trouwens. Maar waar het om gaat is van. Ik heb dus de meest extreme figuren. En de meest extreme complottheorieën. Die heb ik wel eens voorbij zien komen. Omdat ik gewoon. Ik steun gewoon elke facet site. En trouwens, ik ben ook nooit kieskeurig in de vijanden van mijn vijand. Dus ik steun elke vijand van mijn vijand. Weet je wel, hoe gestoord ze ook zijn. Weet je wel? Dus dat is gewoon een tactiek. Maar ik heb nog nooit gehoord, zelfs bij de meest mafkezerige website, van dat ze denken dat je groen wordt van het vaccin. Dus dit is echt van. Dit geloof ik gewoon niet. Want dan had ik het wel een keer moeten zien. Gewoon van. Dit is om aan te sluiten op het niveau van de hypnose. Dit verhaal is niet geschreven voor mensen die denken dat je groen wordt van het vaccin. Dit verhaal is geschreven voor mensen die denken dat er mensen bestaan die denken dat je groen wordt van het vaccin. Ja, de pro-vaxxers die moeten met het idee gevoed worden dat hun tegenstanders echt totaal op lopen. Maar weet je wat het doodeng is? Het werkt. Want ik heb dus gewoon vrienden en die hebben gewoon universiteit gedaan. En ik had er gisteren toevallig iemand op bezoek en die sprak mij ook aan de hele tijd met jullie. Hè? En dan jullie, bedoelt u daarmee? Jullie is van, dus van dat ik hoor bij een groep. En dat legt hij dan ook uit. Die geloven in platte aarde en in weet ik veel. Wat heb je allemaal voor dingen? Dat, hoe heet die, Paul McCartney die dood is gegaan in de jaren 60 of zo. Maakt allemaal niet uit. Maar hij zei ook van, ja, ik heb het vaccin genomen. Want door mij
Is de zorg niet overbelast doordat ik het vaccin heb genomen? Want dat heeft de tv-term gezegd. Ja, maar maakt niet uit. Maar anyway, het punt is van hij zei van ik heb het vaccin genomen, want ik heb me heel lang verdiept in 5G. En toen kom ik erachter dat er helemaal geen bewijs voor was van COVID was ontstaan door 5G. Nou, toen was voor hem duidelijk dat die mensen, die wappies, jullie, dat die dus eigenlijk gewoon allemaal, die zijn er gewoon, die hebben het gewoon mis. Dus ik kan nou gewoon op de tv vertrouwen, want die andere club deugt niet. Ja, en dan, laat ik me injecteren met gentherapie. Ik ken er ook zo eentje inderdaad, ja. Het punt is wie ik ken in mijn omgeving allemaal mensen die heel kritisch zijn op de overheid. Ik hoor nooit iemand over 5G of dat een virus is ontstaan door 5G-straling of dat soort extreme dingen. Ze zullen er wel zijn. En dit is ook zo'n verhaal. Weet je, maar op een of andere manier, die mensen die dan zeggen van maar ik hoor niet bij die club. Ik ga toch maar voor Bijeen en Jinek. En dat is dan toch maar mijn club. En dan doe ik gewoon wat de tv mij vertelt. Weet je wel? Het is een vals dilemma. Je zegt gewoon, of je zit bij deze mensen met witte jassen en Jinek en die de wetenschap claimen. Of je gelooft dat je groen wordt van het vaccin. Dus zeg jij maar bij wie je wil horen. Dit is je keuze. En ja, de mensen denken wel, daar wil ik niet bij horen. En maar het hele definiëren van die groep, dat merk je dan meestal niet op. Hè? Dat werkt inderdaad wel vrij goed. Ja, maar wat ik zo eng vind, is dat ik dus dat dan hoor van mensen die ik dan al 30, 35 jaar ken. En die gewoon gestudeerd hebben. En dat is dus die propaganda, die werkt gewoon. Die werkt gewoon echt. Want ik ben de hele tijd heel luchtig geweest. Ik ben altijd heel luchtig in geweest van mensen die zeiden, het begint wel wat eng te worden. En ik had altijd die propaganda is zo ridicuul, dat geloven mensen toch niet. En zit er een beetje slim in. Maar echt serieus, je hebt ze. Nou, ik zou je vertellen, voor mij is dat punt wat jij nou beschrijft is gekomen toen Bitcoin naar de 20.000, toen in december van 2017 ineens heel Nederland, mij belde. Met de vraag, hoe koop ik bitcoin? En dat ik dus iedereen heb verteld, je bitcoin koop je over 1 jaar vanaf nu. Maar je gaat niet nu bitcoin kopen, die boven de 15.000 is gestegen. Maar dat dus iedereen op dat moment tegelijk in Nederland bitcoin wil kopen. Omdat het gewoon, ze zitten allemaal in die brainwash. Die brainwash kun je echt niet onderschatten hoe sterk dat die is. En hoe, dat is heel eng inderdaad, die woorden van een neefje van mij, die zei ook op Reddit. Josje de chat. Hij stond ervan te kijken. Hij stond ervan te kijken hoeveel haat er was tegen anti-vaxxers. En dat is gewoon eng, hè? Dat doet ook weer heel sterk denken aan die jodenhaat. Het is een irrationele hypnose. En met enorme haat gepaard gaan. Met het idee ook dat als we daar vanaf zijn van die groep, dan is het ons probleem voorbij. Ja, dat klopt inderdaad. Goed, we hebben net al over Gorner gehad, dus dat hoeven we er nog niet meer straks over te hebben. Maar die gaat dus ook de economische malaise op de antivaxxers gaat die. En er was een uitzending, die kun je nog wel terugzien, van Virus Waarheid. En daar werd gewoon dieper op ingegaan van de jodenhaat en de propaganda. En het was gewoon ik ben een geschiedenisfreak. Ik dacht dat ik wel aardig wat wist. Maar de gelijkenissen. Die je kunt gewoon. Bij bepaalde propaganda kun je gewoon het woord Jood vervangen door ongevaccineerden. Het is onvoorstelbaar. En je bent dan in één keer in 2021. En want wat over Joden werd ook gezegd dat het ziekteverspreiders zijn. En er werd ook gezegd van. Toen waren ze Polen binnengevallen. Toen zeiden ze van in Oost-Polen is er meer tyfus. Omdat daar meer Joden wonen. En in 1935 hadden ze al hadden ze een medisch vakblad, zeg maar de Lancet van het Derde Rijk. Die hadden ze al zover dat ze dan gingen schrijven van Joden verspreiden ziektes en dat is een probleem. En dus die Joden moeten eigenlijk afgeschermd worden van de rest van de Duitsers, omdat die anders. En naar een eiland gestuurd worden, net zoals hier Oosterhout. Ja, je leest.
Ja, maar ik wist niet dat het zo ver... Ik wist wel dat ze vergeleken werden met ratten en met ziekte. Maar ik wist niet dat het zo diep ging. Ze werden bij de Nederlandse grens tegengehouden. Hè? Toen ze naar Nederland wilden vluchten, werden ze tegengehouden. En dat was vanwege het verhaal dat ze ziekte zouden verspreiden. Daardoor werden ze Nederland tegengehouden. Bij de grens. Ja. Ja. Nou, dat soort dingen. En toen kwam dat jodenvraagstuk ook. En als het dan zeg maar vanuit het medische oogpunt werd bekeken. Zeg maar, die wetenschap die was dus al gekocht. Mm. Was het van ja oké. Okay, dan verspreiden ze ziektes. Dus dan moeten wij iets mee doen. Dat is dan een jodenvraagstuk. Van, dan moet je ze eigenlijk gewoon weg zien te houden. Van de rest van de mensen. En hoe doe je dat dan? En wat is daar de oplossing voor? En dan, ook daar zat een soort wetenschap achter. Hè? Want dat hele eugenics, dat was eigenlijk een soort de wetenschappelijke rechtvaardiging toen voor wat er toen gebeurde. Ook daar was een wetenschap, een heel academisch verhaal voor. Van het uberras en onderras. Er zit altijd een wetenschappelijke club bij ook die er vrolijk aan meedoet. Ja, maar dat met die Uber-mensen en die Unter-mensen, dat wist ik in ieder geval nog wel. En ook dat ze de schuld krijgen van de economische malaise. Maar die ziektes en zo, dat het ook gewoon niet alleen gewoon maar verhaaltjes waren die af en toe door de partij werden, maar ook dat ze zeg maar via de medische wetenschap dat ook gewoon op die manier gewoon door experts zogenaamd dan weer eigenlijk een soort wetenschappelijk sausje aangaven en daar weer verder mee gingen met hun propaganda en hun haat. En dat is, als je dat ziet, dat is werkelijk, het komt zo vertrouwd over met wat er nu gebeurt. Dat is toch wel shocking, moet ik zeggen. En ook bij het bioscoopjournaal werd het ook nog getoond. Goebbels die had dan de camerateams opdracht gegeven om in ghetto's te gaan, want in ghetto's werden ze eigenlijk afgesneden, hè, van de buitenwereld en er was gewoon, kom maar mondjesmaat eten en drinken binnen. Dus die mensen leefden in diepe armoede en dan ging volgens Goebbels daar met een camerateam laten zien van hoe erbarmelijk ze leefden. En dat werd dan bij het bioscoopjournaal werd dat elke keer vertoond. Ja, volgens mij zijn we er weer. Maybe $2. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Oké! Okay. Ja, we zijn er! Hoppa. Geen idee wat er nou gebeurd was, maar... We zijn wel iedereen kwijtgeraakt. Maar dat welkom in de wonderwereld van Winter. Ja, dat was helemaal voor niks. Ach, man. Die man wil ons redden. Ik kan niet eens een fatsoenlijk besturingssysteem maken, joh. Oké, we zijn er weer. Oké. Nou moet ik er nog in beeld komen. Nou, ik zal heel eventjes in de tussentijd dat het allemaal weer technisch opstart. Ik heb wat chat gemist, dus mijn excuses daarvoor voor het missen van de chat. Oké. Oh, en ik kan ook niet terugschakelen in deze chat. Oh, oké, maar kan je nog even uit je hoofd zeggen? Het was op Twitch. Hoor jullie me nou? Ja. Kijk, mijn microfoon doet het weer, jongen. Oké, mooi. Ja, zal ik het even proberen? Ja. We hebben een opmerking van een lekkere frikandellekes, die op een gegeven moment dus zegt, is fake nieuws. En daarop wordt gereageerd door Kaleidoscoopvisie. Het enige wat ik heb gehoord, fluorescentie luciferase, ik heb het nooit serieus genomen. Het deed me wel denken aan Terry Davis' uitlatingen over de CIA Glow in the Dark. Maar ik weet dus niet meer waar het nou precies op sloeg. Ik denk op wat we eerder dus, zijn, denk ik. Ja, wat weet je, dat denk ik ook, Johan. Maar wat dat dan was... Oké. Maar we zijn in ieder geval weer back. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. In één keer was alles weg.
Dus, jij bent gewoon belasting aan het heffen. Dan zeg je, jongens, ik moet donaties. Kan je even kijken, Peter, dat jouw microfoon wat meer uit beeld is? Want die neemt een flinke hoeveelheid van het beeld in beslag. Ja. Heel beter? Ja, zoiets. Goed, ja, nou ja, waar waren we gebleven eigenlijk? We waren met Joden bezig en toen in één keer... Ja, ik wilde een opmerking maken over dit artikel in Metro. Hoe dat het was opgebouwd om dus deze onzin die hier neergeknald wordt, om dat allemaal te legitimeren. En het is dus... Het is eigenlijk, ze legitimeren elkaar op die manier. Want hier wordt dus op Metro wordt er geschreven over op 1. Waarmee dat ze dus dat op 1 goed praten, om het maar zo te zeggen. En dan worden er een hoop tweets. Dat, de tweets zijn het bewijs in dit soort artikelen. Dus dan worden er allemaal door hun de tweets die zij willen eruit willen vissen, die doen ze eruit halen. En dan tussen de tweets door staan er dan stukjes als, ik zal alleen de kop noemen, alleen de koppen. Informatie rondom vaccins beter. En het volgende stukje gaat over lang ziek na COVID. En het volgende op 1 goed bekeken. Dus ze zijn elkaar de hele tijd aan het echoen en aan het goed praten. En zo heb je dus een heel klein bubbeltje waar je in leeft. Maar waarvan jij denkt dat het de hele wereld is die iedereen doet mee. En alleen mensen die denken dat je groen wordt van het vaccin, die vallen er buiten. Maar ja, dat is zo'n kleine club. Die mensen die kun je net zo goed opgeven. En de mensen die dit soort artikelen dus geloven, die zitten ons in, ja, dat is de kleine club, weet je wel. Dus, maar dat zien ze zelf niet, omdat alle mensen om hun heen in de straat, ja, die hebben het er allemaal over. Maar als je hier naar Servië komt, dan is het een heel andere mindset van de mensen, snap je? Alleen dat zie je dus niet als je maar in zo'n klein bubbeltje leeft. Maar... Weet je wat me ook aan doet denken? Jullie hebben wel eens Jernus Ramatausing in de uitzending gehad, mm-hmm. toch? Je zit volgens mij ook in dat groepje, ja. In de Vrijheid Radio Nieuws Dump groep. Ja, hij is wel eens geweest. Ja, oké, Jernas. Nou, Jernas had een keer zo'n akkefietje dat hij dan iets gezegd had. En, maar waar men over viel, was wat hij helemaal niet gezegd had. En dan kwam er dan in zo'n krant. En dan werd er zo'n hoogleraar bijgehaald. En dan was de kop van, ja, Jernas heeft helemaal geen gelijk. En dan las je het stuk door. En dan had Jernus werd in alles gelijk gegeven, behalve het stuk wat ze verzonnen hadden, dat hij gezegd zou hebben. Ja, klopt. En ik wist gewoon, dat klopt niet, want ik had het stuk van Jernus ook gelezen. En dat had natuurlijk niemand. Dus de kritiek ging over hetgene wat beweerd werd dat hij had gezegd. Maar dan komt dan in de ene krant komt dan dat stuk staan van wat hij gezegd zou hebben, wat hij niet heeft gezegd. En in een andere krant komt dan een opiniestuk van een hoogleraar die dan helemaal losgaat over, snap je? En zo werkt dat dan op een of andere manier. En maar niemand... En dat doet de CIA doet dat ook vaak. Hè? Dus dan kunnen ze niet, zeg maar, mainstream media laten zeggen... Trump is een Russian agent of zo. Dat is een beetje te ver weg. Maar dan gaan ze naar, weet ik veel, de Belgrado Zeitung toe. en die doen er wat minder moeilijk over. Waar ze een beetje geld geeft, dan schrijven die wel daarover. En dan kan die andere media, de gerespecteerde westerse media, die kan dan zeggen, ja, er wordt over geschreven, er wordt beweerd. Ja, dat citeren en dan. En dan citeren ze alleen maar van ja, dat, en dan liegen ze niet, want dat werd inderdaad in de Belgrado Zeitung gezegd. Ja. En dan kunnen ze dat toch zien, dat verhaal. Ja, en dan gaan ze zeggen van dat het heel erg is. Dat het, weet je, dan komen ze met dat, die Belgrado Zeitung. En dan. En waar ze in Belgrado opeens Duits spreken, maar ja. Ja, weet je wel, maar daar staat dat dan in. En vervolgens komt er een heel stuk van, ja, en dat is echt heel erg, dat Trump dan, hè? Snap je? Ja, ja, ja. Dat is de tactiek. Ja. Een kleine opmerking. Peter, je bent nou wel, de microfoon zal vast minder beeld in beslag nemen, maar je bent nou wel... Oh, oké, ik kan hem wel even zo overzetten. Ja,
Ja, ik kan hem hier ook harder zetten, denk ik. Is het beter? Check. Ja, het is beter met Peter. Ja, okay. Maar wat ik ook opvallend vond bij de viruswaarheid, wat ze ook lieten zien, was dat idee dat persconferenties van tevoren, wat er gezegd wordt in de persconferenties, wordt van tevoren uitgelekt. Die tactiek gebruikten de nazi's ook. En dan was er een burgemeester van die zei van nou, het is een grote kans dat dit weekend allemaal nieuwe maatregelen komen voor Joden. En dan werd dus al voorbereid op dat weekend waar dan besloten werd op die nieuwe maatregelen. Maar dat lekken van onheil, voordat het... Dat was dus een tactiek die gebruikten ze. Dat zag je ook bij de Telegraaf, die dan gisteren of eergisteren had staan dat 55% voor G2 was. Ja. En ja, dat kon je gewoon al zien als een tijding van het regime, dat G2 wel door de strot gedouwd zou gaan worden. En je zag ook daadwerkelijk collega's op het werk, die zeiden ook van, ja, meerderheid is voor. Ik zeg, ja, maar het gaat niet om, dit is gewoon slechts nieuws om jou klaarmaken voor het idee dat goedgekeurd gaat worden, want het is al lang besloten. Nou, natuurlijk werd ik daar weer aangekeken als dat het een van de rare Mogol was. En dat klopt ook wel. Maar op dit punt had je gelijk. Dat mensen zien gewoon niet dat klopt, want het gaat er heel erg om. Van mensen zijn heel erg, wat zullen de buren ervan denken? Nou, als jij al weet wat de buren ervan denken, want dat staat dan in zo'n poll, 55% vindt dat. Nou, dan weet je ook dat je misschien sociale suïcide pleegt door heel iets anders te vinden. He, dus het wordt al gewoon een beetje op die manier gedaan. Maar het grappige is, bij Stand.nl was 35% tegen die G2. Maar de stelling was heel bout. De stelling was, G2 moet kosten wat kost worden voorkomen. Dus die 15% die zeiden van nee, die zijn misschien ook nog wel tegen G2. Maar die vinden dan niet dat het kosten wat kost moet worden bestreden. En dus, maar zelfs als er zo'n boute stelling wordt gemaakt, dan 85% die zeiden ja, weg met die G2. Maar het kosten wat kost, daar lees ik uit van ja, zelfs als er een burgeroorlog komt met 1 miljoen doden, dan is het toch goed. Want hij moet gewoon kosten te kost worden bestreden. Dus ze hadden hem al zo gemaakt dat heel veel mensen dan misschien toch zeggen, nou nee, dat wordt met effect. Dan ga ik op die andere stemmen. Maar zelfs dan nog. En dat stond haaks op die NOS-peiling, die ook maar geloof ik bij 2200 mensen was gedaan of zo. Een belachelijk klein aantal. Maar dat is meestal hoor, dat zijn niet meer dan 5000 mensen in dat soort testjes. En wie zijn dat dan? Welke groep is dat dan? Vragen ze dat dan 80-jarigen? Het op één opiniepanel bijvoorbeeld, hè? Dat zijn de groepjes die ze daar kiezen. Maar zijn ook nog voor geselecteerd? Ja, het kan gewoon de familie van Hugo de Jonge zijn, zo klein is het. Als je de hele familie neemt. Hugo de Jonge. Ja, ze hebben een website, nos.nl, waarop staat, als jij een vraag van ons wil ontvangen, een poll, dan kun je je e-mailadres invullen. Dus dat zijn allemaal mensen die naar de nos.nl zijn gegaan om een e-mailadres in te vullen, die dat soort antwoorden geven. Nee, als heel de WAPI-groep 200.000 man zich in het een vandaag opiniepanel inschrijft, dan gaan die cijfers heel anders eruit zien. En dan... Ja. En die cijfers zijn ook altijd in hun voordeel. Ze zijn altijd in hun voordeel. Zelfs als ze gewoon bizar zijn van een CO2-tax en een vleestax. Nou, wie wil er nou op de bon leven? Dat is helemaal niet leuk. Je wilt er niet op de bon leven. En dan blijkt er ook in een keer 70% schijn. Die is daar dan in zo'n kleine pol. Die is daar dan voor. En dan gaan ze zo bij zo'n Extinction Rebellion protest gaan ze de vraag stellen. Is het wat? Ja, is het, eet u liever uw kleinkinderen op? Of gaat u liever rantsonering van vlees zien? Nou, dan liever rantsonering van vlees. Ja, okay. Precies, die valse tegenstellingen, die heb je inderdaad ook veel. Maar nu lees je nou bijvoorbeeld weer van die experts van, ja, doe maar 1G, dat is beter. Ja. Hè? En dan, maar dan zijn er ook nog wappiesites, die delen dan zo'n Mongool, zo'n Gommers of zo. Nee, je moet gewoon iedereen testen. En ik denk, nee. Het is regen van de regen in de drup, weet je wel. Wanneer verwachten jullie dat het 0G-beleid komt? ik denk dat het uiteindelijk het doel is 0G-beleid. Min 1 of min 2. Laat gewoon niet op. Maar in ieder geval QR... Nou, ik denk dat je op een gegeven moment moet je gewoon in jouw digitale agenda aangeven waar je over een maand gaat zijn. Je denkt dat het gek is, maar dat is in Oost-Duitsland zo. Ja, dan moet je van tevoren alles opgeven. Ja, dan mag je over,
Mag overal naartoe. Maar ja, het kan zijn dat als je het een maand van tevoren opgeeft, dat ze dan zeggen, nee, ja, net op die dag kan het. Nee, maar ik wil graag naar de participatieverklaring. Nee, mijn ouders zijn in Oost-Duitsland geweest. Hè, en dan was van tevoren moest je alles opgeven. En, maar het was ook voor de burgers zo. Als je naar je tante wilde in een andere stad, moet je het allemaal van tevoren opgeven. En dan moest je zorgen dat je exact ook op de aangegeven tijdstippen daar was. En als je dan 5 minuten te vroeg was, of 5 minuten te laat, dan werd er door de intercom, door de hele stad was gehoorbaar van meneer en mevrouw Jongepier, waarom bent u niet aanwezig op dat tijdstip, weet je wel. Dan hoor je door de hele intercom, door de stad, hoorde je dat dan. Willen de ouders van Johan ja, een soort ballenbak. En het was extra... IKEA ballenbak. Het was nog eens extra luid, hè, want het punt was, je hoorde buiten op straat, zag je veel mensen, maar niemand sprak. Iedereen was doodstil, de hele dag door. Zag alleen maar zwijgende mensen. Dan ging je naar een park toe en zag je een park vol met zwijgende mensen. Want iedereen was bang afgeluisterd te worden. Niemand zei wat. En als er wat gesproken werd, dan werd er gefluisterd. En dat ging zo de hele dag door. Dat was gewoon Oost-Duitsland. Dat is waar, hoe heet die lul, die Klaus Schwab naartoe wil. Ja, dus, ja, ik blijf schreeuwen. Het zal mij een rotzooi wezen. Ze doen maar lekker. En maar als je, nou groen wordt, als je nou groen wordt van het vaccin, dat lijkt me eigenlijk wel een uitkomst. Want dan kun je gelijk zien wie erin mag. En dan, kun je dat ook niet hacken. Want als je een groen vinkje, dat is allemaal te hacken op zijn smartphone. Ja. Als mensen echt groen worden van dat vaccin, dan haal je de wappies er zo uit. Die zijn dan niet groen. Die mogen niet er binnen. Ja, maar dan kun je ook, als je nou groen wordt van het vaccin, dan kun je daarna ook uitspreken. Maar kijk jongens, ik ben groen geworden van het vaccin. En als je gewoon dood neervalt, ja, dan kun je er ook niks meer over zeggen. Dan kun je ook... Maar in ieder geval QR-code weigeraar Peter. Vast een andere Peter. Die mag niet naar binnen. Dus zet hij een tent op bij het zwembad om het zoontje af te drogen. Ja. 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 Ja, maar QR-weigeraar, dat vind ik dan al een kutnaam. Want Peter wordt geweigerd. Ze draait gewoon weer om. Hier wordt gesuggereerd. Alsof hij weigert. Ja, het is gewoon newspeech, is dit. Mm. Peter wordt geweigerd. En dus het wordt een beetje gemaakt alsof Peter niet normaal is. Terwijl de situatie is niet normaal. Het is niet normaal dat hij een tentje moet neerzetten. Nou ja, dat is net wie het vraagt. Want dat kaart ik dus ook aan. Maar dan wordt er gezegd van jij bent normaal. Mm. Dat klopt ook, maar... Dat, zo wordt er op elkaar gereageerd. En zo zit het ook gewoon vast. En daarmee... Maar die krant die doet daar aan mee. Want die Peter wordt geweigerd. En hoe willen ze... Dan hebben ze dus over nagedacht. Van hoe kunnen we dat... Want dat is sneu. Peter mag geen slachtoffer zijn die wordt geweigerd. Dus Peter heeft het gedaan. Peter heeft actief iets gedaan. Die heeft een QR geweigerd. Hij heeft dus... Ja, niet, snap je? Net zoals Hugo de Jonge opeens ook slachtoffer wordt. Dan gaan ze dat, willen ze niet zeggen van boze burgers halen verhaal bij dictator Hugo. Nee, dan zeggen ze Hugo kan niet meer met zijn dochtertje over straten. Ze draaien het altijd. Ze gaan als eerste vraag die ze stellen is hoe maken we de staat of de politieagent slachtoffer en de burger dader? Een extremistisch Mongool. Ja, maar als we nu naar Peter kijken. 2 jaar geleden vond elke Nederlander het normaal om niet je medische gegevens te delen met een zwembad-exploitant. Of een kroegbaas. Dat vonden wij allemaal. Dat vond 100% van heel Nederland vond dat. Dus Peter is dus niet raar. De situatie is raar geworden. Toch? Ja, ik wil nog toevoegen. Er staat namelijk: de volgende week wil Peter weer een tentje opzetten om zijn zoon af te kunnen dragen. Zo is zijn plan. Maar wat blijkt, zomaar een tent in de openbare ruimte zetten, mag helemaal niet. Dus volgende week wordt hij gearresteerd als hij het nog een keer doet. Want dit is best wel, dit is veel besproken. Ja, maar goed, dit is in de wat ik heb. Ik weet niet wat ik allemaal aan het kijken was afgelopen nacht. De Tweede Kamer ging door tot 3 uur 's nachts elke keer. Yoshi, dat ga je dat volg je toch niet allemaal? Je bent veilig van die lui. Je bent veiliger afstand, zit je. Nee, ik klik het alleen even aan soms.
Als Gideon van Meijer dus spreekt, dan krijg ik even. Dat is altijd wel. Ja, hij is wel gekomen. Dus het heeft ze best wel wat gedaan. Dus de kans dat deze vent volgende week weer deze actie kan uithalen, schat ik lager dan 5%. Hij kan het wel doen, maar hij wordt gearresteerd. Ja. Je ziet nu, bijvoorbeeld in Katwijk was het volgens mij, hebben ze bij het zwembad ook een soort van huisje neergezet door de gemeente of door het zwembad, waar die ouders dan kinderen toch kunnen omkleden. Ook een paar, ook nog bij een ander zwembad in het noorden ergens is dat gebeurd. En dan ook nog met zo'n spandoek erbij van maak niet normaal wat niet normaal is of zoiets. Dus er wordt wel echt het algoritme. Maar ik begrijp dat je ook geen zwembad mag afhuren als als ouder die niet gevaccineerd is. En dan daar met je kinderen naartoe gaan. Want dat is ook, dan ben je ook strafbaar. Zo. Ja, niet je mag niet met allemaal ongevaccineerde ouders bij elkaar komen. Een heel zwembad afhuren. En dan allemaal gezellig gaan zwemmen met je kinderen. Dat mag niet. Nou, moet toch naar het IJsselmeer. Moet toch naar het IJsselmeer. Ik zou gewoon zeggen van, joh, we hebben Joris Demming aangenomen. Die was toch met pensioen. En die droogt vanaf nu de kinderen gewoon af. Ja. Nooit zo'n grappen maken als wij dan drinken. Helemaal ontzorgd. Je wordt helemaal ontzorgd. Het wordt allemaal voor je geregeld. Er is helemaal niks om je druk over te maken. Je kind is in veilige handen voor de overheid. En thuisgebracht met de BMW. Dus dat is helemaal prima. Ja, nou in ieder geval hebben we nog boze Gordon. Die is boos op dit soort mensen als Peter. Ja, daar hebben we al uitgebreid. Ik wil nog één ding eraan toevoegen. Want we hadden een tijdje terug toch die vorig jaar nog dat bericht over die influencers die door het kabinet betaald werden. Ja. Ik bedoel, ja, mijn engel is van, zou hij er niet zo eentje kunnen zijn? Ja. Wat, deze Peter? Nee, Gordon. Gordon. Oh, Gordon, sorry. We zijn naar het volgende. We zijn alweer bij het volgende. Nee, we zijn Peter voorbij. Ah, ik heb altijd moeilijk om synchroon te lopen, jongens. Ja, of te langzaam, maar het gaat nooit in mijn zin voor je. Nee, sorry. Maar dat is in ieder geval wat ik nog kwijt. Ik verwacht zeker dat Gordon zich laat lenen om dit soort uitspraken te doen. Dus ik denk dat we ook gewoon door moeten schakelen. We moeten die vent gaan aandacht geven. Dan gaan we naar Oostenrijk toe. Is het een dokter? Moet je gewoon vragen. Nee, Gordon is geen dokter. Nou, dan hoeven we niet naar hem te luisteren. Is het een econoom? Nee, is ook geen econoom. Nou, dan hoeven we niet naar hem te luisteren. Nee. Gordon is influencer en er wordt een hoop geld voor betaald. Dus die Gordon, net als een Ali B en zo, die zeggen, maakt ze niet uit. Tegen betaling ventileren ze. Ja, ook nog vanuit Dubai. Die arme ondernemer. Nee, dat is wel grappig inderdaad. Die Willem Engel, die mag niks zeggen, want die is naast dat hij een universitaire studie heeft gehad en 6 jaar in een lab heeft gewerkt, heeft hij dansles gegeven. En hier hebben we Gordon, die als... Ja, wat heeft hij gedaan? Ja, gedanst. Vreselijk gekrijs laten horen. Hij maakt kutmuziek. Het zijn dwazen die de economie naar de kloten helpen, zegt hij. Ja, maar daarom, joh. Ja, maar kijk, Willem Engel die heeft ook wel eens kranten gelopen tijdens zijn studie. Dus dan is het de krantenbezorger die ook horse paste gebruikt om... COVID-19 te bestrijden. Ja. Nou, ik vond het ook wel heel grappig dat ze wouden hem framen, Willem Engel. En dan verzwijgen ze zijn studie. En dan is hij puur dansleraar. That's it. Maar toen op een gegeven moment wouden ze hem weer framen. En toen was het dat hij had een keer gebloot in zijn studietijd. Oké. Wie niet? Dus. Daar word je toch niet op aangehouden in Nederland? Nee, wil je daarop aangekeken? Nou, nee, dat is toch een blowende hippie met lang haar en zo. Maar dat was dan wel tijdens zijn studietijd. Dus dat was dan wel een zwak punt. Ik bedoel, je mag wel cocaïne gebruiken en minister van Volksgezondheid zijn, maar... Tegelijk. Niet gebloot hebben tijdens je studie. Dat is een upper, hè? Voor mij is coke ook een downer, hè? Speed is een upper. Ja, echt? Ja. Oh, oké. Okay. Maar sigaretten zijn... Oh, nee, laat maar. Maar in ieder geval Gordon, die ook volgens mij ook niet vies is van een lijntje. Dat heeft hij ooit een keer toegegeven, inderdaad. Maar
In ieder geval... Nou, ik vind dit wel een hele mooie zin, als ik hem mag voorlezen. Dit is dus echt de haat van zijn ellende dat zijn restaurant dicht is. Die is totaal niet gericht naar de tiran, maar het slappe gedrag van die tiran die niet tyranniek genoeg is jegens het probleem. Stop met dit bange beleid en armetierige gedrag jegens een groep vaccinatietegenstanders. Neem die injectie, dan zijn we over een maand ervan af. 2 weken had hij moeten zeggen. Dit is zoals in Gibraltar, waar ze nou het record vaccinatie hebben en ook de hele kerstmis moeten cancelen vanwege de enorme toename van het aantal besmettingen. Dus ja, het is kennelijk dringt dat ook helemaal niet meer tot die mensen door. Hè? Dat er absoluut... Er zijn een heleboel Singapore, Israël, er zijn de bakken van die landen waar ze zwaar geïnfecteerd zijn. Ierland, ook ergens een regio. Hoogste inentingen, hoogste aantal cases. Ja. Maar dus nou ook hebt dat er een record zoekterm, een piek ontstaat is op Google, een zoekterm, suddenly, died suddenly of zoiets. Ja. Sudden death. Ja. Maar hij vindt de regering zo soft jegens de ongevaccineerden, hij noemt het dus een bang beleid. Ze zijn gewoon te bang om die ongevaccineerden echt keihard aan te pakken. En hij vindt het armetierig gedrag. Wat ook wel apart is bij zo'n Gordon, dit is dan een homo, dus eigenlijk ook nog een groep die die het nog wat moeilijk heeft gehad in het verleden, die verketterd werd en zo. Mm-hmm. En dan zou je zeggen, nou, misschien heeft hij wel wat solidariteit met andere groepen die verketterd worden en die benadeeld worden, net zoals... Als Alan Turing, die was homo en die werd daarmee gesnapt door de Britse overheid en die moest een hormoonbehandeling ondergaan. En toen begon hij borsten te krijgen en toen heeft hij uiteindelijk zelfmoord gepleegd door een appel met cyanide te eten, waar het logo van Apple vandaan komt. Oké. En later is daarvoor excuses aangeboden door de Britse overheid aan die gedaan hebben met meerdere homo's ook. En dan zou je verwachten van, nou, misschien dat die homo's dan later een beetje sympathie hebben voor andere groepen, zeg maar. Als de overheid dan in gaat hakken op een andere groep, dat ze dan zeggen van, ho, 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 we weten hoe dat voelt. We zijn solidair. Laten we daar de arm in één slaan of zo. Nee, dat doen ze niet. Maar wat me en dat zie je eigenlijk met de Sidi ook, hè, de Joodse toestand. Die zijn dan, ze waken heel erg over antisemitisme of zo. Maar als er een andere groep de grond in wordt geboord, dat zal ze verder worst weten. Ja, zeker. Dat is hun domein. En die club die is er waarschijnlijk ook. Maar wat opvalt is dat kritiek op de overheid is eigenlijk niet mogelijk. Maar de kritiek die ze heel graag willen, die je de hele tijd hebt, is dat ze te soft zijn. Die kritiek willen ze heel graag horen. Want dan heb je een soort good cop, bad cop. Waarbij zij dan zeg maar nog de common sense zijn. Dus ze hebben ook altijd met zo'n persconferentie dan eens, ja, maar zijn de maatregelen dan wel streng genoeg? En moeten de boetes dan niet hoger? En hoe gaan we dat handhaven? Hebben we dan meer handhaving nodig? Willen altijd meer repressie, zodat die overheid zelf nog een beetje, ja, die klinkt nogal best wel vriendelijk. Zo hebben ze een spelletje ook gespeeld met die allereerste lockdown, want dan werd er eerst al die veerporren op het nieuws getoond en vervolgens werd er gezegd, nee, we gaan de scholen houden we open. Nou, en toen was iedereen zo bang gemaakt dat ze zei, nee, de scholen moeten dicht, we gaan toch niet werken met zoveel gevaar. Nou, en toen zei, als jullie willen dat de scholen dicht gaan, dan moeten de scholen ook maar even dicht. Nou, en dat is de roep des volks, hè? Het provoceren van de roep des volks. En eigenlijk allemaal problem reaction solution. In 2030 ben je aan het voorbereiden en dat die mensen dan gaan vragen om die lockdown. Nou, dan moet je goed slapen die avond, jongen. Dan denk je echt als Rutte van, heb ze. De komende heb je harde, jaar, heb je harde plasser, heb je dan de komende gewoon, twee jaar wordt een makkie. Zo lang op voorbereid en dan komt een plan together. Ja. Maar dit is een hele problem reaction solution. Dat is de Hegelian dialectic. Dat is dat je eigenlijk eerst een probleem creëert. En dat je dan wacht op de reactie.
En dat je dan met de voorgestelde oplossing komt. Ja. Die dan gretig wordt opgegeten door de mensen. En waar ze er eigenlijk smeken om hun onderdrukking. Ja. Ja, het is perfect aan het lukken. Zelfs queerweigeraar Peter wordt compleet voor lul gezet. Omdat hij zijn zoontje wil afdrogen. Dus ja. Het is in Nederland in ieder geval. En in heel veel van die westerse landen lukt het geweldig. En in landen als Servië wordt het gewoon niet zo hard doorgedrukt. Want daar hoeven de mensen minder te verliezen. Want die hebben niet zoveel CO2 uitstoot. En die hebben niet zoveel pensioen opgebouwd. En die zijn niet met zoveel oude mensen. Weet je wel, dat Joegoslavië, dat hebben ze 30 jaar geleden al leeggeroofd. Dus ze moeten nou weer ergens anders terecht. En Irak is ook al klaar. En Afghanistan en zo. Dus ja, op een gegeven moment dan maar bij de mensen die nu het geld kosten. Dat zijn alle pensioengerechtigden. We hebben een demografie van in Nederland en westerse landen een klok opbouw. Dus er zijn heel veel oude mensen. Er zijn weinig jonge mensen. Die oude mensen die moeten nou allemaal pensioen krijgen. Dus... Nou ja, dood met die kostenpost. Simpel. Maar we moeten nog gek even door de berichten heen racen, want we hebben weinig tijd. En, alright. Ja, Oostenrijk die stelt een lockdown in voor ongevaccineerde. Ja, dat is heftig, hè? Ja, en je zag ook de politie, die zag je al jaren op QR-codes om de... In winkels, ja. En ook het verkeer, hè. Dus mensen kunnen gewoon een fuik rijden en dan... Politie hunting unvaccinated. Moet wel zeggen, dit was wel een punt voor mij dat ik toch wel wat bang begon te worden, eigenlijk. Hm. Dit is toch heel dichtbij. En Nederland volgt toch wel. En als we dat hier krijgen, dat is toch best wel kut, gewoon. Als we echt gewoon gedetineerd zijn, want dat zijn we dan. We zijn gewoon dan gedetineerd. Dit is wel heftig, dit. Dit gaat niet voor eeuwig zo blijven, geloof ik. Er zal op een gegeven moment tegengas gegeven worden. En het leuke voor mij is dat ik al 10 jaar tegengas geef. Dus voor mij, als dit soort dingen worden ingesteld, ik heb mijn hele leven hier op deze computer. Ik zit 1 keer per week bij Vrijheid Radio en verder lul ik af en toe in die webcam. En verder, ja, stelt mijn leven ook niks voor. Dus wat mij, jij heet Yoshi, dus dan verwacht je kinderen. Ik heb ook kinderen. En ik vind voor mezelf, vind ik het allemaal veel minder heftig dan voor mijn kinderen. Ja, maar ik heb die kinderen dus nooit genomen, omdat ik dat zag aankomen. Of tenminste, ja, ik zag dat aankomen. En ik heb gezegd van, nou ja, ik ga mijn kinderen niet, kan niet goed blijven gaan, dit hele gezeik. Ik wacht wel even, want ik ben toch een man, dus ik kan het op mijn 70ste kan ik het ook nog doen. Ik weet ook niet of dat... Ja, het is wel super eng voor kinderen. Ik zag waar dat nou ook. Een protest vanavond, overigens, op de Twitter. Maar jouw kinderen, Peter, jouw kinderen zijn nog zo jong. Jouw kinderen zijn nog zo jong dat ze het niet meekrijgen. Het is veel. Niet dat ik jou wil afvallen of zo. Maar als je kinderen hebt die nou tussen de 10 en 20 zijn. Dat lijkt me veel verschrikkelijker als dat je een 4-minner die nog nooit naar school is geweest. Thuis opvoedt. Want in deze tijd is het juist hartstikke lekker dat je thuis kan werken. En je kind heel de dag kan zien. En. En waarschijnlijk, je hebt een grote kans dat het over 4 jaar er heel anders uitziet. Wel. Ja, zeker als ik dit soort berichten lees. Denk je nou echt dat er... Want ongevaccineerd betekent de laatste booster niet ontvangen. Dus als jij elk half jaar een booster moet gaan nemen, dat gaan ze echt geen 4 jaar volhouden. Want binnen 4 jaar, ik ben er echt van overtuigd met alle voetballers die neervallen... Hoe meer prikken je neemt, hoe groter het risico elke keer. Ze geven nou al de schuld aan Bacon en X, hè? Het is nu ook al geweest. Global warming, was het ook al. De boosters zijn niet hetzelfde als de initiële dosissen. Dus er wordt getweakt met die dingen. Dus binnen 4 jaar is dit gewoon voorbij. Want dan zijn de meeste mensen dood neergevallen. En dan kunnen we weer vooruit. Ja, moeten gewoon even een heleboel mensen doodgaan. Officieel 5 keer zoveel voetballers dan normaal, hè, die dood neervallen.
Ja, maar die cijfers die je noemt, dat zijn wappiecijfers, want er is geen één officiële instelling die het na juli van dit jaar... Nee, dat Maurice Hond noemt het in ieder geval. Maar... Oké. Okay. Ik bedoel alleen te zeggen, door een officiële instantie wordt het niet erkend. Hij had het ergens vandaan. Niet onderzocht. Maar er zijn nu al die, als je kan wel al die verhalen optellen van deze voetballer is ingestort, deze is ingestort. Precies, ja. Je kunt dat gewoon, als die berichten, die zijn in officiële kanalen. Ja, nou, het was, als ze dan zes op een dag gaan. Ja, ergens waar dingen ergens bij Ik heb ook een, in een sportmedium wordt het bijgehouden. Maar ja, in de Berliner Zeitung, in de Berliner Zeitung werd het gemeld. En die hebben echt gewoon alle sporters genoemd. Een rijtje van 12 hadden die zo. Ja, maar, gewoon precies naam en toenaam. Volgens mij, maar dat soort gegevens worden steeds moeilijker beschikbaar. En die Berliner Zeitung zal dat niet nog een keer publiceren. Want dat wordt gewoon... Iemand op ja, maar het wordt ook steeds minder moeilijker om te ontkennen, want het gaat steeds... Ik heb ook al een heleboel mensen gemerkt die kanker krijgen of terugkrijgen weer. Dat is ook verdacht. Mensen waar de kanker in remissie was, ze kregen een spuit, boom, vlak daarna, kanker terug, heel agressief, gelijk dood. Ja. Ik heb nou een paar keer gehoord. Ja. Dat is ook... Ja, maar op het moment dat mensen wakker zijn, zoals jij dat noemt, dan is er nog steeds een regime. En hoe krijg je dat weg? Nee, maar het regime heeft een doel en die moeten dat doel halen. En die moeten dus minder CO2-uitstoot realiseren. En daarom lokken ze iedereen, zodat ze niet zoveel reizen en dat ze niet zoveel hun geld niet kunnen uitgeven aan dingen die CO2 uitstoten. En moet een grid reset komen, hè? Nou, ja, maar ik... Als er echt, laten we zeggen, 80%, of de helft van de mensheid doodgaat in de komende 10 jaar. Ja. Mijn verzetsdaad bij deze Oostenrijkse toestand was trouwens, had ik ook in Babylon gepost, dat in Facebook, de Oostenrijkse skivakantie werd daar dan aangeprezen. Dus ik post daar zo'n plaatje onder van die Duitse soldaat die zo'n vrouw aanhoudt en die papieren controleert. En dan staat daar zo boven van, hey, waarom is je derde boostershot 3 dagen te laat? Waarom ben je 3 dagen overdue with your third boostershot? Ik postte dat bij die Oostenrijkse wintersportvakantie, als in de commentaarsectie eronder. Maar dan denkt Facebook, die denkt dan van, oh, die is geïnteresseerd in wintersportvakanties in Oostenrijk. We zullen helemaal volstorten met Oostenrijkse wintersportvakanties. Ik heb bijna een uur lang heb ik overal die nazi onder zitten posten. Er kwamen er meer en meer. En allerlei Oostenrijkse hotels kwamen er ook aanbevelen. Ook allemaal erbij. En dan vandaag kreeg ik weer een nieuwe laag. Ik weer beginnen. En uiteindelijk zag ik dublures komen. Ik opende de commentaarsectie en dan zag ik mijn vorige post al staan. Oh ja, ik ben rond. Zo ben ik. Ik ben sinds een week ben ik topfan van de NOS. Daar moet ik ook wel op maken. Ja. Ik ben ook topfan van de NOS. Jongens, ik heb dat gehad met de VVD. Ja. Moet even. Nou, ik had dat met de VVD. Ik heb ook bij een VVD had ik uitgelegd dat het FOP-liberalen waren en waarom dan. En toen kreeg ik de hele tijd VVD-spam. Dus toen heb ik dat inderdaad ook, heb ik gewoon over alle VVD-dingen heb ik uitgelegd dat wat de VVD, hoe erg dat het collectivisten waren, het verschrikkelijk en antiliberalen. En dat kon ik gewoon, ja, dus Facebook heeft mij toen heel erg geholpen om ik heb het terreur jaren uit gedaan, te hoor. Ik strooien jaren, over jaren VVD. Ik heb het gedaan, net zolang dat ze met de VVD mij blokte. Maar goed, de politici zonder coronapas mogen niet geweigerd worden, vindt Grappenhout. Heerlijk, Frits. Heerlijk. Ja, ik heb op de participatieverklaring gehoord dat er gelijke rechten zijn voor iedereen. Nee, dat is dus niet zo. Als jij diploma... Nee? Kijk, ik zal weer even tevoorschijn pakken. Als jij een diploma paspoort hebt, dan ga je in een andere klasse. Ja, maar in dit geval gaat het niet zozeer om politici. Het gaat erom dat als mensen werkzaam zijn op een locatie,
Hè, dat kan dus ook een lichtman zijn of een geluidsman of iemand in de horeca catering service. Die hoeft niet een QR te laten zien. En die politicus die dan in dat zaaltje komt om te debatteren, die is daar dan professioneel. En die hoeft dat dan dus niet te laten zien. Dat stond in het stuk. Ja. Ja. Dus het ging niet specifiek om politici. Het is ook niet zo dat politici geen QR hoeft te laten zien in een restaurant. Het is alleen als ze beroepsmatig, dus als ze moeten debatteren. En als gelobbyd of gepaaid worden in een restaurant? Ja, dat is beroepsmatig. Ja, maar als ze gewoon naar een biertje willen drinken. Als ze langs maar een verhaal als gewoon een vrije tijd een biertje willen drinken, dan moeten ze wel een QR-code laten zien. Nee. Als ze dan zeggen, nee, kom hier met een lobbyist. Wat trouwens niet mag. Of met Klaus Schwab. Met Klaus Schwab mogen ze gaan dineren. Officieel trouwens mag je niet lobbyen, hè, in Nederland. Officieel verboden. Maar het gebeurt wel, hè. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Ja, dan gaan ze één keer per maand gaan ze naar Brussel toe en dan moet je daar doen. Ja. Je hebt zelfs gewoon bedrijven, die dan bemiddelen tussen bedrijfsleven en politicus. Dan mag het wel. Ja, precies. Ja. Ja, het is beter dan in Letland, waar je gewoon als parlementariër helemaal het parlement niet meer in mag. En waar je ook gewoon niet mag stemmen als je niet gevaccineerd bent. Ja, zo krijg ik een consensus erover. Zo gaat Nederland binnenkort ook, maar gewoon niet het stemlokaal binnen als je geen QR-code hebt. ik geloof het toch al niet dat stemmen zit. Stemmen Letland doe je met je portemonnee. Maar Letland is nu wel een officiële dictatuur daardoor in de EU. Ja. Omdat als de volksvertegenwoordiger niet meer het parlement in mag en niet meer mag stemmen met voorstellen, dan is dat dus een dictatuur geworden. Ja. Dat is wel vrij snel gegaan nadat ze de Sovjet-Unie hebben verlaten. Ja, in ieder geval. De mensen hier in Servië willen van mij niet geloven dat ze blij moeten zijn dat ze niet in de EU zitten. En dan zeggen ze nee, want dan komen wij ook wel een keer in. Dan zeg ik, joh, dat moet je helemaal niet willen, joh. Niet willen. Ja, maar dat is in Oekraïne ook zo, ja. Ja, dus, Heb je... Hey, overigens zag ik nog net voorbij komen dat in de Spaanse grieppandemie moest je in Nieuw-Zeeland in een soort gaskamer zinksulfaat inhaleren. Want dat zou goed zijn tegen de Spaanse griep. Oh. Ja, anders mocht je het openbaar vervoer niet in. Mocht je de trein anders mocht je het openbaar vervoer niet in. Nee, dat klopt. Heel erg denken. En die mensen hebben allemaal problemen gekregen. Dat het niet werkte en dat het zelfs de zaak in stand hield of verergerde. Ja, die dus, heb ik maar gepost op Wappieland. Die. Ja, ik wilde hem reposten en toen kreeg ik gelijk een dit is nepnieuws en dat kan ik niet moeten we zwaar tegen aantekenen. Uh-huh. En toen heb ik even zelf de link opgezocht of de andere link gevonden, die heb ik gepost, die mocht ik wel posten. Er stond ook gewoon een foto bij van hoe ze het deden. Ja. Ja, ik vond het onmerkelijk inderdaad, ja. Maar in ieder geval de van fraude verdachte testbedrijf blijkt de grootste aanbieder te zijn van sneltesten. Namelijk... Hoeveel kost een nep QR-code? Ik zou niet weten. Ik doe er helemaal niet aan. Ja, het is tussen 300 en 1000 euro zou het zijn. Ja, hier in Servië is het 150. Oké. Als ik er eentje wil, moet ik gewoon naar Servië. Dan heb je dus inderdaad iemand die in een instantie werkt, die een officiële QR-code mag aanmaken, en die maakt dan gewoon voor jou een QR-code aan. Cool, dat is aardig. Okay. Dus dat is een beetje hetzelfde als dit. Kun je ook de naam kiezen? Misschien kom ik binnenkort wel een keer langs dan. Ja, precies. En dan kun je ook zeggen, zet er voor mij, dan moet je extra bijbetalen, en dan krijg je over... Over 6 maanden ga je de nieuwste booster erop. Dan hoef je ook niet voor langs te komen dan. Dan kun je vooraf betalen. Ja. Accepteert hij ook crypto? In de Servië dus. Ja, dat wordt ook als je het via mij regelt. Nee. Ik denk erover om er eentje op Yoshi Divo te laten zien. Maar dan ben jij de affiliate. Dan kan je ook nog commissie pakken. Nou, het punt is dus wel, dat zijn Servische QR-codes. Hè, dus. Ja, oké. Oh, kom je daar wel de McDonald's mee binnen? Nou, er zijn dus vaccins in Servië die niet in Nederland geaccepteerd worden. Oké, maar dus kan je wel zeggen van, ik wil een Pfizer hebben. Ja, dat wordt allemaal geregistreerd. Oké, okay, dus het gaat alleen maar om de initialen, geloof ik. De geboortedatum. Nee, maar er wordt nog meer geregistreerd dan dat.
Oké. Dan staat hij echt op jouw naam. Kijk, ik heb gewoon een crack. Die kun je gewoon gratis krijgen van me als je wil. Maar dan moeten ze niet naar je paspoort vragen. Nee, maar dat doen ze meestal toch niet in een winkel of in een restaurant. Ja. Dus daar kom je bij de meeste plekken kom je daar wel mee binnen. Maar als het echt een officieel verhaal wordt dat je een QR moet hebben, ik kan het zo niet verzinnen. Ook, die dus ook in de database geregistreerd staat van de overheid. Mm. Hè? Dus het is niet zomaar een geregistreerd een code, maar die dus echt het hele, dan ben je gewoon als zodanig geregistreerd. Maar ik denk wel dat als ik mijn Liebeland paspoort daarmee voor inzet, dan is het verhaaltje denk ik, dan valt die persoon door de mand, want dan is mijn paspoort gebruikt en die triggert wat, snap je? Dus als ik mijn Nederlandse paspoort zou gebruiken, dan kom ik er misschien wel mee weg. Mm. Maar ik denk als ik het op mijn Liberland paspoort laat doen, dat ik dan een probleem heb. Maar in ieder geval, het verhaal gaat dus dat bij speedtest.nl werd dit soort zaken ook gedaan. Je moet nou de toko sluiten en dat bleek dan de grootste aanbieder te zijn van sneltest. Ja, komt weer een ander. Ja, iemand anders neemt weer over. Dus ja, misschien heeft die ander gewoon wat geld betaald en dan is die ander zijn concurrent. Die had wat minder betaald en die is nou, moet nou de toko sluiten. Het kan ook gewoon zijn dat het helemaal geen fraude was. Toch? Ja. Kan ook zijn dat ze allemaal fraude hebben en dat alleen deze kan. Het kan allemaal, we weten niet. Maar ja, goed, ja, dit is een shit happens. Ik denk niet dat het een strategische keuze van de directeur is. Nee. Ik denk eerder dat het een werknemer is die niet integer is. Want als je eenmaal zo'n licentie hebt, dan zit je op een goudmijn. Dus dan ga je echt niet fake QR-codes uitgeven. Dat is een medewerker die wil bijverdienen. Ja, het punt is alleen dat bij zo'n test is ook een dokter aanwezig. Hè? Die moet dat allemaal. Er zijn twee mensen die toekijken. Behalve als je gewoon die gegevens invult, hè, Johan. Er lacht iemand, dat is er komisch. Vertel Lucas. Lucas is geraakt door een meme, dat voorbijkomende meme. Dus niet dat ik iets grappigs zei. Okay. Nee, laat maar, joh. Ik zag een meme, laten we daarop gaan. In ieder geval, het verhaal gaat dus als zoiets gedaan wordt. Er zit nooit één iemand achter de computer, er is altijd iemand die over de schouders meekijkt. En dat was dan zogenaamd om... Dus je moet er twee omkopen, dat is eigenlijk jouw verhaal. Ja. Ja, dan komen we nog bij de dochter van Hugo. Die wil niet met zijn pa over straat. Het kan niet gewoon door puberteit komen of zo. Nee, het komt allemaal door de vervelende opmerkingen die wappies maken. Ja. Ook daar wordt gelijk weer duidelijk wie is de slachtoffer. Hè? Het is natuurlijk altijd het slachtoffer is Hugo. En die man die bedreigt heel Nederland. Maar opeens wordt hij het slachtoffer. En dat is altijd de truc die ze doen. Net zoals bij die Kenosha, die gast. Die is ook opeens zijn Antifa zijn en BLM zijn de slachtoffers geworden. Ze probeerden hem vlak daarvoor doodschieten, maar dat is net niet gelukt. En dan zijn het opeens slachtoffers. Zo gaat het de hele tijd altijd. Er wordt een enorme flip van dader naar slachtoffer. Ja. Nou, het leven van een massamoordenaar is niet altijd leuk. Dat is zeg maar het zijn ook nadelen. Ja, soms trippelen de slachtoffers tegen. Ja. Heel vervelend. Ben je net iemand aan het doodmartelen en dan in één keer zegt hij er wat van. Ja, dochter schaamt zich. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik zou mijn naam veranderen. Alhoewel, ik zou het niet doen, want de jongen heet iedereen. Dus dat kan wel. Doel, hè? Het punt is ook een beetje dat het lijkt wel dat die politie nooit nadenken dat er een moment komt dat ze niet meer aan de macht zijn. Ik bedoel, dat moment dat komt ongetwijfeld een keer. Net zoals die Els Borst ook. Ik weet niet wat hij voor vreselijke dingen gedaan heeft als minister allemaal. Maar er komt een moment dat ze alleen in de huisje zit weer. Dat ze niet meer bij de overheid werkt. En dan, ja, ik weet niet door wie ze vermoord is. Maar het boontje komt om zijn loontje ooit een keer. En dan heb je niet meer die geweldige machine die je beschermt. Ik krijg trouwens nu net een appje. Zo, de kogel is door de kerk. De Tweede Kamer steunt invoering coronapas in niet-essentiële winkels. Nu.nl. Oh ja. Om net weer. Nou, Yoshi. Nou,
Dan kan ik geen broeken meer kopen dus. Niet essentieel is kleding. Onder andere. Alles niet voedsel. Alles niet voedsel. Alles met 6% btw is essentieel. Zo simpel. Oké, okay. Sluiterij? Nee, want het is geen 6% btw. Alcohol is 21%. Dus dat is dan niet essentieel? Ik vind het wel essentieel hoor. Nee, het is niet essentieel. Alles met 6% btw is essentieel. Oké. Okay. En dat is dus heel weinig. Dat zijn McDonald's restaurants onder andere. Als je het die zijn essentieel. Als je het restaurant wil noemen. Ja, want dat is voedsel. In Rusland hebben ze een iets ander trucje. En daar is het de supermarkt. Want daar is de supermarkt essentieel. Dus in McDonald's in Rusland is de supermarkt. Maar in Nederland is alles essentieel wat met voeding te maken heeft. Zo, dat is eigenlijk de meest eenvoudige uitleg. Dus groente, fruit en eten uit de restaurants ook. Allemaal 6%. Of nee, 9% tegenwoordig. Oké. Okay. Alles wat op het lage belastingtarief zit, zit op een laag belastingtarief of omdat het als essentieel wordt aangemerkt. Oké. Dan weten we dat ook weer. Ja. Gelukkig mijn favoriete... Er zal vast ook, disclaimer, er zal vast ook weer een uitzondering op zijn, maar dat is in het algemeen... Nou, mijn favoriete sluiter die levert ook gewoon aan huis. Dus, Als je bij de slijter een fles spa rood gaat halen, dan zit er 6% op. Okay. Maar als je een bier koopt, dan is het 1%. Ja joh, nou ja, het is... maar ja, in ieder geval, bij jou kunnen nog terecht voor QR-codes en Servië. Ja, je kan hier ook gewoon komen wonen. Kan ook, ja. Ik hoorde dat er muggen waren. Ja, die hebben we hier ook hoor, dus dat is het probleem niet. In de winter valt het wel mee. Ja. Kan het wel bar koud zijn, hè? Ja, we gaan het meemaken dit jaar. Nou, het is... wat wil ik nog zeggen? Niks. De handhaving is hier ook gewoon nul. Maar die kun je nog omkopen. Dat is nog zo'n dorpsagent met een snor. Of, nee, het is gewoon allemaal... Zo'n snor en zo'n knuppel. Hier, gegarandeerd dat er binnenkort hier ook alles voor ongevaccineerden niet gedaan wordt, maar dan heb je gewoon, dan staat er iemand voor de deur en die doet voor alle ongevaccineerden de hele tijd boodschappen. Oh ja. Maar, zul je hier ook nog wel krijgen, denk ik. Ja. Maar, ik vind het wel raar, want ze staat helemaal ik heb het bericht niet bijgezet, maar Hugo zat te twijfelen of hij het wel zou doen. Nou, ik had ook zoiets. Ik zei eronder, nou, die twijfelt helemaal niet, hoor. Die krijgt gewoon een stijve pik als hij aan concentratiekampen denkt. Maar, hoe heet dat? Het werd allemaal getwijfeld, maar dat is natuurlijk allemaal een beetje theater natuurlijk. Blijkt ook maar weer, want ze hebben in ieder geval ervoor gestemd. Dus ja, genoeg hierover. Dit staat in het voorlopige regeerakkoord dat Segers aan iemand in de trein heeft overhandigd. Want ik denk echt niet dat hij daar... Want stel je voor, hij heeft het daar lopen laten slingeren, weet je wel? Wie gaat er nou een stel papieren lezen wat ergens ligt in de grond of zo, weet ik veel. Dit is wel zo doorzichtig dat ik een klap in het gezicht van jouw intelligentie om als belezer. Hij heeft gewoon aan iemand gegeven. Ik wil nog heel eventjes... Ja? Want, de vraag is alleen waarom hij dat zo doet. Hè? Ik denk dat hij zich er niet... Hij voelt zich er niet goed over, denk ik, waar de ChristenUnie mee bezig is. Waarschijnlijk zit in een nieuwe coalitie. Het is gewoon zijn wraak. Denk ik. Nou, ja. Ik denk ook... Ja. Ik weet niet wat het is. Ik had zelf het idee van hij voelt zich er niet helemaal goed bij, want de achterban die zal toch ook wel iets hebben van dit is wel heel erg Ja, maar wat staat er nou in waar de ChristenUnie niet eens mee zou zijn? Dan denkt hij, ik zeg niet dat ze niet mee eens zijn, maar ik denk dat hij vindt het dan wel prima, maar ik denk dat die achterban een beetje mee moet krijgen, of dat hij niet helemaal weet hoe zijn achterban erover denkt. Ik denk van, nou, als ik dit lek, dan kan ik een beetje peiling krijgen van hoe ze erover denken. Het is in ieder geval niet per ongeluk gegaan. Dat is in ieder geval één ding dat zeker is. Ja. Maar ik denk dat hij de reactie wilde peilen. Hij wilde gewoon weten. Hoe gaat men hierop reageren? Ja, maar wat staat er nou? Wat staat er nou? Voor
opmerkelijk zijn. Miljarden fonds voor het uitkopen van dat boeren. Misschien, ja. Jezus. Hé hey, jongens, ik ga ermee knokken. Hoe zat het eigenlijk met die gast die je mee zou nemen, Peter? Oh, ja, die gast die is die heeft afgezegd vanavond. Mijn moeder was overleden. Okay. Nou, maar dat was een libertarisch gast die jullie allemaal kennen, denk ik. Maar... Ja, ja. In ieder geval condoleren, maar ja. Dus ik even kijken. Oké. Okay. Iets anders. Nee, we hebben het einde net niet gehaald. Wij racen nog even door. Ja. Oh ja. Oh, en de hartklachten vanwege climate change. Dat is oh ja, mooi, die was van jou, hè? Nee. Doe die nog even. Ja. Als je wil. Ja, dat is, er komen opeens allerlei verklaringen waar die hartklachten vandaan komen en waar die, die sudden death vandaan komt. En dat is dan wel marihuana gebruik en climate change en alles behalve wat het wel is, zeg maar. Ja, griep ook, hè? 6 keer zoveel hart- of vol- ja, griep kans. Ook, inderdaad. Ja. Oh. En we krijgen meer griep via de mondkapjes. Ja, goed, dan nog VK. Laat ik het even allemaal snel doen. VK moet klaar zijn voor oorlog met Rusland. God, oh ja, we bijna vergeten de oorlog met Rusland. Ja, ik heb toch niet het idee dat dat er gaat komen, maar ik weet het niet. Zie je dat nog gebeuren, jullie? Waarom nu in één keer oorlog met Rusland? Aandacht afleiden. Het kan ook zijn gewoon omdat er weer luchtafweers verkocht moet worden. Dus heb je een mooie rechtvaardiging of een pure tanks. Ja, maar ik heb het idee dat ook als ze dat gaan doen, dan wordt het een blamage. Ja, nee, maar er hoeft geen ongevoerd te worden, maar er moet dreiging zijn, zodat Dan wake gewoon dat er rechtvaardiging is voor dat er weer tanks verkocht moeten worden en zo. Dat is shit. Ja, maar dan ga je niet daadwerkelijk oorlog voeren. Oh, de volgende bericht vind ik ook wel leuk als we er doorheen moeten rammen. 300.000 niet bestaande spooksoldaat is de reden dat Afghanistan zo snel. Ja. Nou, weet je wat? En Biden zelf geloofde dat. Hij zei, ja, 300.000 sterk manleger, die worden echt niet zomaar van de kaart geveegd. Die waren no time van de kaart geveegd. Maar die blijken dus nou, er werd al gezegd van, ja, die waren eigenlijk allemaal stiekem Taliban. Maar nou blijkt dus eigenlijk gewoon, die bestonden helemaal niet. Het waren gewoon spooksoldaten. En die lui die staken dat zak salaris gewoon in de zak. Dus die Amerikanen hebben bakken met geld lopen geven aan een paar rovermannen daar die fake soldaten verzonnen. En het punt is natuurlijk dat daar de hele verhaal op gebaseerd was, dat die verdediging zo sterk was. Dus dat is altijd het probleem van die overheden. Die geloven uiteindelijk hun eigen leugens allemaal en daar gaat het aan ten onder. Weet je waar me dit aan doet denken? In de Gouden Eeuw, ten tijde van Johan de Wit, was het zo geregeld dat de Staten-Generaal, die gingen dan over de marine. En die was supersterk. Maar goed, er was ook een nog wat lage adel in Nederland en die moesten ook wat te beslissen hebben. En die gingen dan over het landleger. En die kregen dan betaald per soldaat die ze dan in dienst hadden of huurden. En daar fuckten ze mee. Ze namen het geld, maar ze hadden nooit zoveel soldaten als dat waar ze voor betaald kregen om in te huren. En dat werd op een gegeven moment ook een probleem. Toen de Fransen ook binnenvielen en die bisschop van Münster en zeg maar de was rampjaar, zelfs een zwollenaar, 1673. Die verrader die had dus de Fransen gewezen op een doorwaadbare plek in de IJssel. Zo konden ze dus Nederland binnenkomen. Ja. Oké. Okay. Maar dit is veel breder dan alleen defensie of shenanigans. Maar ook de economische cijfers. Ik denk dat die bureaus, die CBS'en en zo, die liegen allemaal als dat het gedrukt staat. En dat was in de Sovjet-Unie was natuurlijk heel extreem, met echt hele fantastische verhalen. En die politici, die geloven dat allemaal, want ze zijn al gewend om in leugens te geloven. En dan gaan ze daarop reageren. En daarom is het vaak zo'n enorme raar einde aan die overheden. Wat je met Ceausescu ook zag, dat die denkt van, nou, ik heb alles goed in de hand en iedereen om me heen zegt dat ik heel populair ben. En opeens, boem, binnen 2 dagen was die dood.
Ja, maar ze kunnen het ook niet toegeven. Kijk, ze kunnen het toch niet zeggen van de Amerikaanse belastingbetaler, die gaat miljarden betalen, waar een deel van naar het Afghaanse leger gaat. Hè, dus dat moet worden opgebouwd en dan nemen ze het over. En dat wordt gewoon, dat is een grote corrupte bende. En daar komen helemaal geen soldaten voor. Als je gaat zeggen van ja, dat wisten we eigenlijk wel. Ja, dat kan niet. Je kunt dat nooit toegeven, toch? Nou, bij de Afghanistan papers was het natuurlijk wel een beetje naar buiten gekomen dat het een enorme corrupte zooi was. Ze hadden dat wel kunnen weten, maar die mensen zijn niet op zoek naar de waarheid. Die proberen alleen beeldvorming, zijn ze helemaal mee bezig met beeldvorming en perceptie en manipulatie en zo. Maar waarheid, dat staat echt helemaal onderaan. Maar zodra je toegeeft dat je het weet, dan moet je er ook iets aan doen. Nou, bij de Afghanistan papers komen dat eigenlijk al voor een groot gedeelte naar buiten. Okay. En hebben ze niks aan gedaan. Ze kunnen met een hele hoop wegkomen. Maar die hebben ze dan niet gelezen, die papers of zo? Die lagen nog in de bureau. Ja, je ziet dat met die Hunter Biden, wat dat deed ook, dat kwam ook naar buiten. Maar ja, het wordt gewoon weggebuift of weggecensureerd. Het wordt niet echt ontkend, want het is wel zo, maar... Hij gaat op een PR-tour langs Oprah Winfrey met een paar softball questions. En dan schrijft hij een boek over dat hij zijn leven gebeterd heeft. En dat hij er veel van geleerd heeft. En een moeilijke periode. En dan daarna kan je... Ja, Johan, ik ben er nog. Ja. Oh, sorry. Mm-hmm. Ja, je bent niet in beeld hier. Oké, ik ben aan het luisteren. Dus, ja. Oh, oké, sorry. Ik wil nog wel even zeggen, laten we nog even snel het laatste bericht doen. We hadden het over Hunter Biden. Ja. Er is nou iemand die wil alles wat Hunter Biden doet. Gewoon, nou, niet alles. Marihuana roken. Dat krijgt dan niet, maar dat moet gelegaliseerd worden op federaal niveau. Uit welke partij denk je dat deze vrouw komt? Nou, dat staat GOP. Ja. Dus het is, dat is de Grenell Party. Ja. Ja, de Grenell Party. Ja, die ja, dat had je niet van verwacht. Hè, maar die... Ja. Ik heb het idee dat ze altijd zoiets doen, net zoals met de drooglegging. Je krijgt 10 jaar geen alcohol en dan krijg je het terug, maar dan moet je je goud inleveren. En ik denk dat hier ook zo, het is een soort wisselwerking. Maar je mag wel blowen. Ja, maar je mag wel marihuana roken. Ja. Ja, maar zij zijn nu oppositie, hè? Ja. In principe dus. Als je kijkt naar de populariteitscijfers, dan vraag ik me wel af hoe lang hoe dat verder moet gaan met de huidige regering. Ja, maar ja, goed, je hebt net gehoord dat je er maar hartaanvallen van krijgt van marihuana. Ja, in combinatie met climate change. Oh ja, en inderdaad. Bacon en eggs. Ja, inderdaad, ja. Maar als je bloot zonder bacon en eggs, dan... Ja, goed. Nou ja, leuk. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Was weer gezellig. Peter heeft het gehaald. Ja, ik heb het zelfs gehaald. We jullie wel een beetje doorheen gejaagd, maar dat hoeft niet hoor. Je mag ook gewoon Nee, maar ik wil het 12 uur wel afsluiten. Morgen ook weer naar mijn werk toe. Hè. Dus, Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. En uiteraard de luisteraars danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen bij deze toedele dokie.